Welkom bij weer een nieuwe aflevering van DNA on the Move. Naast mij zit Joop van Straten. En naast mij zit Brian van Leeuwen. Ja. En we gaan weer een nieuw programma maken. Ja, Joop. En we hebben weer een paar gasten uitgenodigd. Ja, natuurlijk. En zonder gasten kunnen we geen programma maken. En jij weet wie ze zijn, Joop? Ja, dat weet ik. Zal ik dat er maar even zeggen? Ja, graag. Want dat weet een ieder. Maar weet ik dat nog, hè, uit mijn hoofd? Dat ja, is ook uit ja goed, die weet je zeker. Weet pas je wel dat? Uit het hoofd. Ja, zullen we even kijken? We moeten even kijken. Papier dan ja, waar het is het papiertje? Even snel kijken. Want nee, zijn ze niet, Geert. Nee. Belangrijke mensen allemaal. Belangrijke mensen allemaal. Ja, aan tafel zit hij al, hoor. Geert van Poel, geest van natuurlijk Delfland. En dan kijken we terug op een aantal zaken die geweest zijn. Wel interessante dingen, maar daar gaan we allemaal over praten met hem. Dan hebben we een schrijver en een stadsgids en nog veel meer, want die man die doet van alles. Dat is Dick Stannes, die is ook aanwezig. En Gerrit Karreman is de voorzitter van bezoek... Nee, Karremans. Karremans. Komt een S achter. Ja. Voorzitter van de bewonerscommissie Delft. En is dit ook in de raad van advies van Delft on the Move. En nog veel meer, maar dat gaat hij allemaal uitleggen. En wij worden ook nog zelf geïnterviewd. Dat is wel heel nieuw. Ja, dat is nieuw en spannend, Joop. En dat gaat Gerrit doen. Ik ben benieuwd wat hij ons gaat vragen. Ik ben heel benieuwd wat hij allemaal gaat vragen. Ja? Ja. Nou, hoe kom je aan die mooie krullen, zal de eerste vraag zijn. Maar ja, misschien dat ik ook een haar kan krijgen. Bereid je voor op het antwoord. Spannend. Ik zou zeggen, we gaan naar de break en dan zijn we zo bij je terug. Dit is Delft on the Move. Delft on the Move is een internationaal multimedia platform met als doel een podium te bieden aan jong talent en bestaande netwerken te ondersteunen. U kunt ons volgen op delftonthemove.online. Op zaterdag 4 maart kwamen de paddenstoelenwerkgroepen uit heel Zuid-Holland bij elkaar in de Papaver voor de zogenaamde Zwamdag. Ja, zwammen betekent ook uit je nek kletsen, maar daar gaat het niet over, hoor. Gisteren is er een lezing geweest over de groenzoom en vandaag werd er door een aantal vrijwilligers kroos geschept. En met de voorzitter van Natuurlijk Delfland blikken we terug op deze activiteiten. Nou, dat zijn nogal wat. Geert, welkom. Welkom, leuk dat je er bent. Ja. Zwamdag, ik zei een beetje zwammen, maar dat gaat natuurlijk over paddenstoelen. Vertel, dat is zo'n... Ja, paddenstoelen werkgroepen. Ja. Nou, een aantal natuurverenigingen in Zuid-Holland, die hebben een paddenstoelenwerkgroep. Hè, bijvoorbeeld Leiden en Den Haag en wij. Maar dat is een werkgroep. Wordt daarin gewerkt? Wat is dat voor groep? Wat ze meestal doen, is excursies organiseren. Mm-hmm. En dan met elkaar naar een gebied gaan. En dan kijken welke paddenstoelen ze tegenkomen, fotograferen. En er zijn ook een aantal, het zijn meestal KNV-afdelingen. En je hebt een landelijke vereniging, de Nederlandse Mycologische Vereniging. Oh. En die heeft ook een aantal projecten. En daar kunnen die groepen ook mee doen. Bijvoorbeeld bij ons doet de groep mee een vierkante kilometer inventariseren in de duinen, in Solveld. En kijken wat daar voorkomt. En hoe vaak komen die groepen bij elkaar dan? Nou, dat hangt van het seizoen af. In de, bijvoorbeeld in Den Haag komen ze iedere week bij elkaar. In ieder geval in de herfst. En in het voorjaar is het wat minder. Maar dan komen ze zeker één keer in de 14 dagen bij elkaar. Want jullie hebben meer van die werkgroepen. Hè? Paddenstoelen is dan nu aan de orde. Ja. Maar je hebt ook andere werkgroepen. Zijn dat mensen die dan specifiek iets leuk vinden waardoor ze in die groep zitten? Ja, heel vaak wel. Dat is heel gespecialiseerd. Ja, mensen zeggen, ik vind paddenstoelen leuk en die zit daarin. Mm-hmm. En die gaan doen niet mee bijvoorbeeld in ons gezin met knotten. Nee, bijvoorbeeld. Ja. Dat wordt heel duidelijk gescheiden dan. Ja, dat is de keuze van... Ja, natuurlijk. Ja. Kijk, de natuur is zo wijd en zo breed en zo diep. Dan is het handig om daar als persoon ergens voor te kiezen. Dat is wel handig. Ja. Dat is ook leuker ook, hè, als je er wat van weet. Ja, zeker. En Geert, zwamdag. Ja. Zwam, voor de kijkers en luisteraars, de mensen die niet weten wat de zwam is. Paddenstoelen, zei je zojuist al. Is het ook om te eten, een zwampaddenstoel, of dat niet? Nee. Want de mensen die nu kijken, die gaan straks naar de bos toe. Die Jij gaan denkt zwam... ook altijd maar aan Ja, maar, eet. Maar nooit. Daar kijken ook mensen en straks gaan ze een zwam opeten. Ik weet niet wat dat is. Je kunt wel zwammen eten, maar dan moet je wel even goed weten wat je plukt natuurlijk. Ja, en je mag ze niet allemaal plukken. Ja. Nee, bij paddenstoel, hè, het andere woord voor zwam is paddenstoel of schimmel. En daar moet je precies weten welk soort het is. Ja, natuurlijk. Je hebt soorten die
Je kan alles eten, maar sommige soorten kan je maar eenmaal eten. Okay. Dus als al die werkgroepen dan in dit geval de paddenstoelenwerkgroep bij elkaar komen, dan hebben ze allemaal bijzonderheden aan elkaar te vertellen, neem ik aan. Dan laten ze ook dingen zien, waarschijnlijk. Ja, ja. En wat doen jullie met die gegevens? Nou, iedere werkgroep maakt een PowerPoint. En dat laat je dan zien. En, dat laat je zien aan elkaar? Ja, zo. Ja, okay. Dus in de mogelijk 30, 40 zijn er. En, dus dat is al leuk, hè, om gewoon het te delen. Gewoon maar dat wordt ook wel geregistreerd, denk ik. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Nee, er zijn eigenlijk twee plekken waar je dat... neer kan leggen op internet. Dat is de database van de Nederlandse Mycologische Vereniging en waarneming.nl. Dat zijn eigenlijk de twee plekken waar je dat... Nou, dan heb je dat allemaal gedaan en wat weet je dan? Dan weet je... Wat word je daar wijzer van? Wanneer voorkomt. Ja. En als je dat door de jaren heen volgt, dus je kan je daar een trend uit halen. Ja, ja, en dat is dingen heel belangrijk. Dan krijg je een mooi beeld van waar wat groeit. Ja. Waarbij je wel moet realiseren, er is net een boek uit... van iemand dat heet De Vergeten Natuur. Oh. Hij geeft voorbeelden uit Canada. Toen sprak hij met mensen van 80 tot 90 jaar en toen vingen ze daar zulke vissen. En nu, de jongeren, die vangen zulke vissen. Ja, maar die herinnering is helemaal weg. Hmm. Daar zit een geschiedenis tussen. En daar zit een enorme... Ja, 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 ja. En als je dus nu de bijvoorbeeld met die paddenstoelen, nu de soorten kijkt, dan weet je niet meer hoe dat vroeger eruit zou. Want eigenlijk, het registreren van de natuur, dat wordt al wel 100 jaar gedaan. Maar dat was natuurlijk in het begin, deden er maar een paar. En ook natuurlijk, 19, dat heeft 19, zich ook ontwikkeld. Of 1880, heel weinig mensen maar. En dat ontwikkelt zich langzamerhand. Betekent dat er nou meer paddenstoelen bekeken worden of meer zijn? Heeft dat ook met de omgeving, klimaat, noem maar op te maken? Dat zou zomaar natuurlijk, hè? Ja, er wordt nu veel meer gemeld. Ja. Bijvoorbeeld bij waarneming.nl. Er staan wat ik laatst gezien heb, 100 miljoen waarnemingen in. Goedemorgen. Nou, dat is echt gigantisch. Ja, dat is zeker. Ja, gigantisch. Ja, 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 ja. En dan alle soortgroepen, dus planten, insecten, nou noem maar op, vogels. En dat zijn dus allemaal, je kan zeggen, het overgrote deel van de laatste 10, 15 jaar. Er worden wel oudere dingen gemeld. Mm-hmm. Dus mensen schreven vroeger in een boekje en dat voeren ze ook in. Zijn ze heel erg blij mee. En worden die paddenstoelen nou ingedeeld naar plaatjeszwammen, buisjeszwammen, giftige zwammen, eetbare zwammen? Ja, dus Hoe wordt dat gestructureerd? Wordt niet... Niet. Nee, daarom vroeg ik dat je ook, want Nee, er is geen registratie. Ja, het wordt natuurlijk wel, als iets giftig is, krijgt het wel een in de van notatie giftig. Ja. Maar niet in de indeling, dat is net als bij planten. Je hebt bijvoorbeeld een paardenbloem. Die hoort bij de composietse en zo gaat het door. Bij de paddenstoelen ook. en dat houden ze dan aan. En dus niet zozeer het eetbare. Bij dit soort groepen is het eetbare eigenlijk geen issue. Nee. Geen issue. Okay. En iets anders. We gaan even een omslag maken. Gisteren was er een lezing over de groenzone. Wat is dat voor een gebied? Dat is een gebied tussen... Pijnakker en Zoetermeer en een beetje richting Gouda. Dus een heel recreatiegebied, groen zoom, dus de naam is heel letterlijk. Ja. Het is een zoom die groen is en die de verschillende steden een beetje uit elkaar houdt. En waarom is daar een lezing over geweest? Ja. Is dat zo'n interessant gebied? Het is een heel interessant gebied, de boswachter heeft verteld. Hm. En ik keek meestal nieuwe gebieden. Daar zijn ontwikkelingen, dus qua planten en qua dieren worden hartstikke leuke dingen gevonden. Bijvoorbeeld de boswachter gaf ook een aantal tips hoe je in je eigen omgeving de natuur kan verbeteren. Bijvoorbeeld een grindpad, daar moeten ook warme plekken zijn, voor vlinders bijvoorbeeld. Want dat op zijn... een grindpad warme... Hoe verzin je dat? Hoe doe je dat? De vlinders hebben warmte nodig. Ja, dat weet ik. Als het koud is, dan zijn ze gelijk afgekoeld. En dus je moet zorgen dat op die plekken het zonnetje schijnt. En dan wordt het grind warm. Mm-hmm. Maar als dat vaak in de schaduw is, dan koelt het ook weer af. Ja. En die vlinders hebben ook behoefte aan warmte. Dus dan zitten ze erop. Nou, hartstikke goed. Nou, dat soort kleine dingetjes. Maar wat heeft dat met een grindpad te maken dan?
Dat kan op elke weg toch ook? Dat is, ja, maar grind is toch anders. Houdt ook meer warmte vast. Het houdt meer warmte vast. Ja. En daar zit ook weer een nuance in. Van, het zijn een beetje bolletjes en zo. En ja, en asfalt bijvoorbeeld, dat stinkt gewoon. Ja. Dat is helemaal niks. Ja, dat die groene zoom, ja. Die heet niet voor niks groen. Ja. Daar is dus veel groen. Ja, en water. Ja. 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 Is dat een soort bos, een park? Wat is dat voor iets? Ja. Hoe moet je het typeren? Nou, het is een is het wild? Is het aangelegd? Het is allemaal aangelegd. Allemaal aangelegd. Ja, dus je zou aan een park denken dan? Het is een beetje, maar niet zo'n park zoals in de stad. Hè? Nee. Hoe moet je dat zeggen? Het is een recreatiegebied. Ja, dat weet ik. Maar ook zit er wildere dingen in. Dus dat is, en zeker hoe zij ermee omgaan, wilden ze ook die wilde natuur een kans geven. Ja, ja, ja. Ja. Dus een hartstikke leuk gebied. Dus er komen ook veel dieren in voor? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, geen hert hoor. Dat moet je zeggen. Maar goed. Het is dierenrijk, ja. Zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Wie gaf die lezing eigenlijk? Nou, de boswachter. Ja, de boswachter. Ja, die weet er alles van. Die weet er alles van. Ja, ja, ja. En een goede prater, dus... Ja, en voor wie was die lezing bedoeld? Voor iedereen of voor leden van de club? Of? Nee, door de drie Delftse natuurverenigingen. Oh. Dus dat zijn wij, de Vogelwacht, dus natuurlijk Delftland, de Vogelwacht, IVN. Ja. En dat maken we dan bekend. En dan kan iedereen op afkomen. Juist. En sinds eigenlijk de corona kan je het ook via Zoom zien. Okay. Live. Ja, 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 ja. Maar je kan hem ook... daarna nog zien. Dus er wordt genomen en erop gezet. En, dan, en jij was ook aanwezig, Geert? Ik was niet aanwezig. Je hebt via de Zoom gekeken of teruggekeken? Ik heb ook niet de Zoom gekeken, wel de verhalen gehoord. Ja. Het was uiterst interessant. Ja. Ja. Nou kom jij terug van het krooscheppen, kan ik me zo voorstellen. Ja. Was je daarbij? Ja, ja, ja. Ja. Waar ben je geweest? Bij het Malarium, ons gebouw. Ja, waar is dat? Dat is de, tussen de Rotterdamse weg en de A13. Oh, die kant op. Ja, die achter het World Art Center. Ja. En wat is het woord kroos scheppen? Kroos voor de kijkers en luisteraars, want ik weet een paar die het woord nog nooit hebben gehoord. Ja. Wat is kroos precies? Nou, dat zijn waterplantjes die drijven, dus aan de oppervlakte van het water. Mm-hmm. En het water is zo voedselrijk dat het enorm dikke pakketten vormt. Dan zou je zeggen, dat is lekker man, veel groen. Weet je wel? Ja, maar dat zit wel een nadeel aan. Ja, hè? Bijvoorbeeld één kroket is wel lekker. Ja. Maar 10 kroketten. Ja, 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 ja. Ja, dat je ja, ja. Maar wat is nou mooi eigenlijk aan al dat kroos dan? Nou, wat er gebeurt, dat kroosdek dat houdt het zonlicht tegen. Mm. En dat is nodig van de laag die eronder zit. Dat krijgt geen licht meer. Dus dat gaat gewoon dood. Ja. Het water eronder is dood. Ja, je ziet op de grachten ook vaak liggen. Hè? Die hele wel, groene. Ja. Ja. Daar kijk ik Dick even aan, want die loopt vaak door de stad. Ja. Die zal het vast wel tegen. Hij loopt ook over het kroos heen. Ja, ja. Ja, hij kan lopen, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, nee, reken, daar gaat het nog wel even over. Ja, ja. Ja. Hoeveel mensen deden daaraan mee, Geert? Veel. Ja. Nou, het was natuurlijk hondenweer. Ja, ja. Dat was jammer, ja. Dus wij hebben geen kroos geschept. Ik heb kroos, dus is het kroos, hebben we mee naar binnen genomen. En we hebben die volledige tijd hebben naar kroos gekeken, of gekletst en gedetermineerd. En het was fantastisch. Wat zie je nou aan kroos? Ja, ik zie daar alleen maar een groen dingetje. Maar jullie doen dat onder een microscoop. Ontdek je dan als wat zie je dan? Nou, twee soorten zagen we. Twee? Ja, dus kroos is plat. En dan heb je soorten die hebben een stengeltje. Oh, ja. Kijk, dat is leuk. Een worteltje, sorry. Ja, een worteltje. Ja, ja, ja. Nou, dat is klein kroos. En er was een andere, die was een beetje ovaal. Het was nog een beetje het winter... Zonder stengeltje. Zonder stengeltje, dus dat is gewoon een ovaaltje. En dat is het Colombiaanse kroos. En, hoe komt die Colombiaanse kroos hier in Nederland vliegen terecht? Vliegen natuurlijk. Ja, Geert, ik ben even benieuwd. Want wie weet komt er straks een Surinaamse kroos ook hier aan waaien. Zou je het maar nooit. Maar hoe is dat zo gekomen dan? Colombiaans, dus dat is Zuid-Amerika. Ja. En hoe is dat waarschijnlijk hier gekomen? Schepen, grote schepen, die hebben ballastwater. Ja, 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 ja. En dan halen ze dus dat daar, halen ze in schip en dan lozen ze hier weer. En dan die combinatie. Ja. Wat mij nou, en wat ook is, je hebt een aantal soorten, bijvoorbeeld watersla. Ja. Is ook, die ook enorm, het zijn veel groter, komt ook uit het Amazonegebied. En
Die kan je ook eten gewoon. Zou ik niet weten. Nee, salade van maken of zo. Maar het ziet er een beetje sla-achtig uit. Ja. En die is op dezelfde manier. En dan krijg je ook de aquariumvrienden. Die halen ook dingen uit verre landen. Nou heb je, dat niet gedaan vanmorgen. Omdat vanwege dat weer, ja, zei je. Ja. Maar dat kroos haal je weg. Ja. Wat doe je daarmee? Want het zijn hele bakken vol. Een hele bakken vol. Wij gooien het in het bos. In het bos? In het bos. Dus bij het malarium zijn ook bossages. Ja. En dan gooien we het in. En we verspreiden het. Wat heeft dat voor nut? Voeding voor de bodem, denk ik? Nou, je bent het kwijt. Dat is alles. Dus het is niet schadelijk of zo? Nee. Juist als je een tuin hebt met een sloot en er zit kroos, haal dat eruit en gooi dat op je compost op. Wordt prachtig. Daar krijg je een mooie grond van dus. Daar krijg je hele mooie grond van. Ja. Zal meteen scheppen met z'n tweeën. Joh. Ja. Goed. Gaat dat nog door, dat kroos scheppen? Want ik neem aan dat dat in één dag niet gebeurd is. Nee. Want waarom zijn we zo vroeg? Want er lag nu betrekkelijk weinig kroos. En daar waren we eigenlijk wel blij mee. Want als je nu één kroosplantje eruit haalt, betekent in augustus, dan voorkom je 100 plantjes in augustus. Dus dan voorkom je die dikke pakketten. Dus je moet zo vroeg mogelijk zijn. Dat is eigenlijk het minste werk. En ben je uiterst effectief. Maar op welke plekken moet dat gedaan worden dan? Want dan moet je al die watertjes in Delft nagaan. Nou, dat doen wij niet. Wij doen het rond het malarium. Dat is ons gebouw en daar doen we het. Maar waarom alleen daar dan? Als het schadelijk is voor de natuur, wat je zelf zegt. Ja, je kan niet alles doen, hè? Nee, maar goed. Je zal je beperken. Maar je kan toch ook zeggen, een aantal mensen die gaan daar aan het werk en die gaan daar. Ja. Wat je met die paddentrek ook doet, dat is ook verspreid. Ja. Dat gebeurt dus niet. Nee. En over mensen maar gesproken. Niet? Dat ben ik zo benieuwd naar. Waarom doen jullie dat niet? Nog geen tijd voor gehad. Tijd is belangrijk. Ja. Kunnen mensen zich nog opgeven hiervoor? Ja hoor. Ja? Ga naar onze website, Natuurlijk Delfland. Kijk in de agenda en daar staat in hoe je dat kan doen. Eigen schepnetje meenemen? Nee, dat hoeft niet. Nee. Dat is allemaal geregeld. Jullie zo. Is geregeld, ja. Oké. Okay. Nou, Geert, wij weten weer genoeg. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Ik zie een veer. Een vraag. Pak maar de microfoon, Geert. Dan kunnen de luisteraars ook... Ruim maar twee vragen te stellen. Ja, er zijn ook nog twee vragen. Het is een live programma, dames en heren. Ja, de mensen mogen inbreken, dus, natuurlijk. Het is zo, ik heb één vraag over de zwammen. Ja. Ik heb heel lang in Italië gewoond. En dan is het gewoon een cultuur om paddenstoelen te gaan zoeken. Ja. Dat kom ik in Nederland helemaal niet tegen. Waar zit dat in? Nou, het is overeetbaar, hè? Ja, even de microfoon iets dichterbij houden. Je mag ook plaatsnemen, Gerrit. Kunnen de mensen jou ook zien in beeld? Als je op de stoel aan de kant. Ja, maar nou zien ze alleen maar benen. Je kan ook... Of gaan zitten. Neem even plaats op je stoel en dan... Ja, als je daar gaat zitten... Nee, daar op je eigen plek weer. Dan ben je gewoon in beeld. Oké. Het is namelijk zo, ik heb een Italiaans petekind en die heeft stage gelopen ergens in Noord-Holland. En iedere Italiaan die begint te hyperventileren als hij een boletus, dat heet eekhoornbrood geloof ik in Nederlands, ziet. En hij zegt ik durf er niet aan te komen. Het ding heeft er 14 dagen gestaan en is verlept. Hij zegt dat zal in Italië niet gebeuren, weet je wel. En het zit gewoon helemaal in die cultuur, hè? En in Nederland hebben ze een soort aversie tegen paddenstoelen. Zover ik het altijd beleefd heb. In de zin van dat het allemaal giftig en zo, weet je wel. Dus dat zit helemaal niet in de cultuur. En in Duitsland bijvoorbeeld, Polen, eten ze ook paddenstoelen. Maar in Nederland niet. Hou het kort, Gerrit. Wat is je vraag? Nou, waarom is in Nederland, waarom er geen paddenstoelencultuur is om eetbare paddenstoelen te zoeken? Nou, Gerrit. Ja. Heb je daar een antwoord op? Toen ik in de lagere school zat, dan gingen we één keer het jaar naar het bos, dat was in Amsterdam. En dan ging daar paddenstoelen werden verzameld en dan mooie stukjes gemaakt in school. En dat was het. Oftewel, wij zijn in zoverre van het natuur afgedwaald. Dat we niet van eten van jongens. En dat wordt er ook wel ingehengd, jongens. Ja. Paddenstoelen zijn giftig. Ja. En ik vind dat prima. Ik had een gegeven moment nog een vraag gehad. Als het kroos. Graag kort. Kroos, zeg je. Ik heb een aantal jaren in de botanische tuin mogen vrijwilliger zijn. Ja. En op een gegeven moment heb ik veel gepraat met een Indiër. Die was voor zijn master bezig. Ja. Om te kijken hoe kroos groeide. En om te kijken hoe we dus dat kunnen verminderen. Ja. En de buurman, dat is een robotfabriek. Die was bezig om armen te ontwikkelen, om kroos te verzamelen. Ja.
Terwijl dus de oorzaak is puur, zeg maar, zit in te veel kunstmest bijvoorbeeld in het water, ja, en dergelijke. Ja. Hoe staan jullie daarin, in dat soort dingen? Nee, die analyse dat het gewoon te veel voedingsstof in het water is, daar zijn we gewoon mee eens. Ja, en dan vinden wij het leuk om dat te scheppen, ja, maar dit is eigenlijk natuurlijk aan de achterkant van de pijpen of de voorkant, hoe, ja, zeg je dat? Ja. En dat is natuurlijk leuk en ook wel belangrijk hier en daar, maar dat kan je natuurlijk niet overal doen, dat gaat gewoon niet. Kun je in de camera praten, Geert? Want ja, 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 de mensen, ja. Gerrit, dat was de vraag. Ja. Oké, okay, dankjewel. Nou, top, ja. Nou, wij hebben zelf voor jou geen vragen meer, Geert, maar wij willen je wel bedanken voor je komst naar de studio. Ja, even. Hoe kom je in aanraking? Hoe kun je jullie benaderen wat natuurlijk Delftland betreft? Jullie hebben natuurlijk een website. En de website. Ja. Dat is? Natuurlijk Delftland. Als je dat intypt, dan kom dan je zie je alles. Ja. Mooi. Ja. Geert, dankjewel. Oké. Okay. Ja. We gaan naar de break en dan gaan wij, ja, met Dick Stammers, de heer Dick Stammers moet ik eigenlijk zeggen, in gesprek. Dus zo, tot zo na de break. Dit is Delft on the Move. Delft on the Move is een internationaal multimedia platform met als doel een podium te bieden aan jong talent en bestaande netwerken te ondersteunen. U kunt ons volgen op delftonthemove.online. Ja, Brian, naast ons is aangeschoven Dick Stammers. En nu zult u hem wel herkennen van de krant, hij staat er vaak in. Dan is er weer Willem van Oranje, dan is er weer iemand anders, allerlei mooie kleding aangetrokken. Delft vertelt, dat doet hij aan mee. Hij gidst, nou ja, wat niet allemaal. Dat hij schrijft ook boeken. Een mannetje van alles, Dick. Welkom. Welkom, Dick. Daar zijn we weer. Leuk hier te zijn. Nou, je bent van vele markten thuis, dat zei ik al. Laten we beginnen met jouw schrijverschap. Ja. Wanneer ben je daarmee begonnen ooit? Nou, ik schreef al dagboeken vanaf mijn 17e, maar dat is totaal iets anders dan wat ik ontdekte of wat mij overkwam in 2009. Midden in de nacht kreeg ik lichaamspijnen en daaruit is een inspiratiestroom van 2 weken voorgekomen waarbij ik voortdurend aan het schrijven was en dat werd mijn eerste gedichtenbundel. Ik vind dat zo bijzonder. Ja, dat je krijgt een ingeving, zeg maar. Ja. Gek is dat, hè, dat die dingen zo ontstaan. Ja, ik had het niet bedacht. Ik had het ook niet zien aankomen. Nou ja, goed, een kleine ingeving, maar dan hoef je nog niet gelijk boeken te gaan schrijven. Dat moest. Dat moest? Dat moest. Dat is een innerlijke dwang. Heb jij ook wel eens zo'n gevoel gehad dat je denkt, dan moet ik iets doen? Ja. Ik vind dat heel bijzonder. Ja, ik heb het wel soms. Kent iedereen het misschien. Weet je, maar anders denk ik, ja. Je moet iets doen of zo. Ja. Maar dit is wel vanuit iets. Kijk, als je zegt, ik moet iets doen, want er ligt een taak op me te wachten. Ik moet mijn buren helpen. Ja, dat snap ik. Dat heeft een oorzaak. Ja. Ik kan niet zeggen dat dit een oorzaak. Je zou kunnen zeggen, een oorzaaksloze drang. Ja, van binnenuit. Ik moet in paradoxen spreken, want het is niet helemaal duidelijk wat het is. Nee, is ook lastig om dat te omschrijven. Ja. Dat geloof ik best. Ja. En waarom ben je dan, ja, je vertelde net al waarom je boeken bent gaan schrijven, maar ik neem aan dat je krijgt die drang, maar je krijgt dan toch ook een ingeving van, hey, ik ga over dat schrijven. Of ik wil over dat. Dat was niet... Nee, ja, hoe moet ik... Er dringt zich iets in je op. Net bijvoorbeeld, je krijgt een emotie. Je kan niet zeggen, ik kies er nu voor om te gaan huilen.
Nee, dat is waar. Je kiest er nu voor om te gaan lachen. Dat gebeurt ontstaat. Aan je en ja. Dan ga je dat uiten. Zo zou je het misschien een beetje kunnen vergelijken. Er komt een drang in je die je zelf niet stuurt. En op het moment dat die in je komt, ga je er iets mee doen. En dan heb je nog twee fases. De eerste is zeg maar de inspiratiestroom. Dan kwak ik het gewoon op papier. Hup, weet je wel, zo wat ik zei die eerste twee weken. Daarna komt natuurlijk, als je er een boek van wilt maken, de tweede fase, omdat ik ben taalkundig, ben ik opgevoed, of hoe noem je dat, gestudeerd. Dus ik weet heel goed hoe je taal moet maken. Ja. Maar dat is een rationaal proces, dat heb je in de hand. Ja. Met je vaardigheden, met mijn kennis van de Nederlandse grammatica, met hoe de ritme van een zin is, enzovoort. Dus dat zou je zeggen, dat deel heb ik in de hand. En het eerste deel niet. Het lijkt alsof ik hier met ook een leraar aan tafel zit. Ja, ik ben... Nou, dat klopt. Ja, ik denk... Een leraar Frans. Schumann, Pell, Brian. Ja, Frans en filosofie deed ik. Kijk. Je had een boeken schrijven, Dick. Wat zeg je? Dat boeken schrijven, hoeveel heb je er geschreven? 10. 10? 10, ja. En waar ben je het meest trots op? Nou, trots is niet het woord. Tevreden. Je zou kunnen zeggen... Ik ben blij met alle boeken, maar er zijn twee boeken mij meer dierbaar. En dan zou ik zeggen, dat is verhalen over mijn jeugd in mijn geboortedorp, Nieuwe Niedorp. Dat kan me voorstellen. Ja, dat is het zo. Ja, je jeugd is zo bepalend voor de rest van je leven. Zeker. Dat heb ik tot mijn 18e gewoond. Mm-hmm. Mijn vader was een verhalenverteller, was een kastelein van de dorpskroeg. Wow. Die kende al die verhalen. Dus van jongs af aan heb ik al die dorpsverhalen gehoord. En die zijn in mijn systeem gekomen. En op een gegeven moment heb ik ze daar dus... Ik heb ook hele dierbare herinneringen aan mijn jeugd. Ja. Weet je, voetballen, in de kroeg zitten, snelste brommen natuurlijk, weet je maar wel. Maar het is wel leuk, toch? Hoe mag die? Als je zo'n boek erover schrijft, dat is chronologisch weergegeven, neem ik aan. Dat is? Chronologisch. Nee, ook niet. Dat is allemaal dwars door elkaar. Ja, zo ontstond het. En daarna, ik denk... Ik weet niet of ik een soort... Ik heb wel een soort volgorde gehad, maar niet chronologisch. Nee, dat lijkt me dan vanzelfsprekend. Ja, je begint met je geboorte, dan je klein. Zo hebben we dat niet gedaan. En toen. Ja. Dan moet je dat allemaal nog weten. Ook nee, want het gaat natuurlijk ook vooral over mensen. Dus je hebt bijvoorbeeld de dorpskapper. Daarna heb je het over de buschauffeur. Ja. Daarna heb je het over de voetballer. Daarna de kantinebeheerder. Dus dat is niet zozeer aan tijd, maar meer aan persoon gebonden. Laat ik het zo zeggen. Ja. Zijn meer omstandigheden die je in die tijd meemaakt? Ja. Omstandigheden en de verhalen die in het dorp de ronde deden. Ik wil niet beweren dat al die verhalen wetenschappelijk, feitelijk waar zijn. Maar jij ook in jullie jeugd, ken je verhalen? Daar vertelden de mensen toen over. En die dik je wat aan of dan laat je dingen in weg. Verhalen worden altijd daar ben je schrijver. Ze zeggen wel dat de gebeurtenis zelf is nooit zo leuk, maar het verhaal dat later wordt heel leuk. Ja. Dus jij bent eigenlijk in je boeken een verhalen vertellen. Ja, ik ben een verhaal. Het zijn geen romans dus, hè, die je schrijft. Nee, ik schrijf zeg maar korte verhalen, zou je kunnen zeggen. Verhalen. En ik heb toen ook in het, dat heet, ik kom uit Nieuwe Niedorp, Noord-Holland. Daar heb je het Niedorper Weekblad, werd ik ooit, toen jaren geleden, voor uitgenodigd om columns te schrijven. En dat waren columns van 300 woorden. En dat is ook wel een soort maatkostuum voor mij. Dat zo'n 300 woorden, 400, 500 misschien, dat past wel bij me. Geen gedichten of zo? Ja, gedichten. Omdat ik door columns... Dus dan vannacht heb ik nog een gedicht geschreven. Wauw. Wat vind je dat was ook zoiets, sorry hoor. Maar ik zat gewoon op de bank. Ja. Ik zit met mijn mobieltje. Ik denk, hé, er komt een zin. Ik had een zin gelezen in de Volkskrant. Als je in een onderwerp verdiept, verdiept het onderwerp jou. Dat is een mooie zin. Wauw, ja. Dat is een mooie zin. Dus die bleef hangen, had ik gelezen bij Kobus Kug op de Beestenmarkt. Prachtig. Ik zit s'avonds, kom die zin terug. Ik denk, oh, even opschrijven, wat een mooie zin. En dan begint plotseling, daarna komen er al, en dat werd een gedicht, en die zou binnenkomen. Ja, en als twee zo nu ziet, dus wat voor gedicht komt erin op, buiten George en Jimmy? Het is niet in het moment zelf, maar bijvoorbeeld het kan best zijn dat me hier nu iets opvalt, of iets raakt me, en dan zit ik vanavond thuis, en het is vaak bij schrijven zo. Kan ik niet voorspellen dus. Nee, prachtig. De eerste zin telt, hè. Dat is vaak het moeilijkste om de eerste zin op te nemen. Dat hoor je vaak. Ja, maar hij is niet moeilijk. Als die eerste zin er maar is. Ja, maar dat is een romanschrijver. Ja, daar heb ik het over. Ja, ik ben geen romanschrijver. Nee, okay. Maar die zoeken naar een echte mooie eerste zin. Ja. He, bijvoorbeeld van Gabriel García Márquez, 100 jaar eenzaamheid. Er gaat iets met, ik herinner me de dag dat mijn oom mij meenam naar het ijs. Ja. Meteen naar het ijs, Colombia. Ja, precies. Je wordt meteen nieuwsgierig. Dat is een prachtige zin. Dat vond ik ook een mooie uit de Christmas Carol. Marley is there to begin with. Dat is een prachtige zin uit Scrooge. Daar zijn romanschrijvers echt naar op zoek. Ja. Maar een gedicht of een kort verhaal, dat begint zomaar. Ja, tenminste bij mij. Ja. En dat is ook niet een verdienste, vind ik hoor.
Niet dat je denkt, god, wat doe je dat goed? Of wat? Ik vind het niet eens knap, want nou ja, het overkomt mij ook maar. Hè? Maar dat beoordeelt een ander natuurlijk. Andere, ja, of het precies. Knap is of niet. Ja. Ja. Ja, die mag dat doen. Die mag dat doen. Ja, dat lijkt mij wel, toch? Maar dan kan je hooguit zeggen, volgens mij, jullie als lezer, je leest een boek van me, ik vind het een leuk boek of geen leuk boek. Maar ik kan nou, bijna ik niet zeggen probeer dat het altijd, ik probeer het altijd wel op een andere manier te formuleren, hoor. Want dat vind ik te kort door de bocht. Ja, een goed boek of een... Nee. Daar moet je iets meer bij vertellen. Ja, dat snap ik wel. Ik wil maar een onderscheid maken tussen het boek, wat er uiteindelijk is, en de schrijver. Dat wil zeggen, ik ervaar het toch, die eerste fase waar ik het over had, ja, praten, ja, ja, ja. Alsof ik het zelf niet doe. Als ik het iets plechtiger zeg, ben ik een instrument van mijn inspiratiestroom. Dat klinkt wat meer. Nee, dat vind, ik, heel, dat vind ik nou mooi. Okay. Ja, ja, dat begrijp ik helemaal. Oké. Okay, nou, ja. En Dick, over boek gesproken. Hè? We hebben een continu over het boek. De kijkers die kijken mee. En die denken van verschillende camera's. Ja. Oh, ja, hier, maar waar kunnen ze naartoe om alvast ook een beetje te kluren dat ze een boek van jou kunnen zien, bemachtigen of alle, de proef daarvan kunnen? Ik heb een blije mededeling voor mezelf en een ongelukkige voor de lezers. De boeken zijn uitverkocht. Jo. Dus dat is mooi, maar er gloort hoop aan de horizon. Dus? Ik heb een blog en er staan inmiddels iets van 230 verhalen op. Dus van gedichten tot dorpsverhalen, tot wat ik meemaak in Delft, tot stadsgidsen, tot alles. Komen er weer boeken dan? Ik ben nu met dat blog bezig en daar heb ik er 230 op gezet. Dus als mensen zeggen, nou, ik wil wel eens weten wat die Dick Stammers schrijft, zou ik zeggen, kijk naar dickstammers.wordpress.com. Dickstammers.wordpress.com. Oké, okay, op het eind doen we dat nog één keer onthouden. Inderdaad. Ik heb het gevoel dat je dezelfde vraag wil gaan stellen. Want elk schrijver heeft soms een idool. Die zegt van, dat is mijn favoriete schrijver. Die heeft me misschien ook... Nou, je zei net al een beetje je vader, hè? Je vader had je... Ja, maar verhalen vertellen. Ja, heb jij dan ook een favoriete schrijver? Dat wou ik ook vragen. Nee, joh. Nee, dat meen je niet, joh. Goed. We kennen elkaar goed, joh. Ja, vanuit mijn jeugd... Kijk, ik zat op het wat ze noemden Atheneum, middelbare school. En dan moest je 30 Nederlandse boeken lezen voor je literatuurlijst. Zo, dat is natuurlijk allemaal even vreselijk als je 18 bent. Wow. Want het interesseert je geen lor. Want het is allemaal fragatschip, Johanna Maria. Dat waren van die stereotype boeken, Maar... Er waren twee auteurs, daar kon je om lachen. En voor mij was dat Godfried Bomans. Dat waren ook korte verhalen vaak. En ik lachte me kapot. Die man had zo'n humor. Ja. Dus dat is vanuit mijn jeugd mijn favoriete schrijver, zeg maar. Ja. Maar ik heb er natuurlijk daarna nog mee, want ik heb Frans gestudeerd. Dus ik ken veel Franse auteurs. Ik had gedacht dat je die wel zou zeggen. Een Sartre of een Flaubert. Ja, Sartre was Flaubert, niet door, omdat het zo'n intellectuele, intelligente man was. Maar eigenlijk vind ik de boeken van Albert Camus eigenlijk... Camus, mooi, prachtig. La Peste, mooi. Camus, ik ga naar de uitzending, ga ik echt wel kijken, want dat vind ik echt leuk. Nou, we stappen even van dat schrijven van jou af, want daar kunnen we nog uren over praten. Maar ik wilde ook nog even met je als gids door het leven. Ja, oké. Okay. Want dat gebeurt ook natuurlijk. Wanneer ben je dat gaan doen? In Delft bedoel je? Ja, in Delft. Oké, 2015. 2005. Dus dat betekent dat je in andere steden er al mee bezig was? Nou, ik was ook reisleider in Tibet en Nepal en India. En wauw! En ik heb natuurlijk lang in Frankrijk gewoond. Daar was ik bedrijfsleider op een camping, dus wij deden ook excursies in de Ardèche en dat soort dingen natuurlijk. Dus, toen dacht je, dat kan ik ook in Delft doen. ja. Dan is stadsgids op zich niet zo heel ingewikkeld meer natuurlijk. Nee, nou, dan helemaal niet. Dat vraag ik mij af, want dat gaat toch niet zomaar. Je moet eerst een beetje allerlei zaken leren, lijkt me. Heb je nog een cursus daarvoor moeten doen? Of een opleiding? Examen, ik begon bij het Gilde. Dat zijn vrijwilligers, vaak iets oudere mensen zoals ik. Die zijn bijvoorbeeld gepensioneerd. Ik ben nog niet gepensioneerd, dus ik ben een van de jongsten. Je bent nog een puber, joh. Ja. Van binnen wel. van binnen ben ik 17. Gewoon doorgaan naar gids, Maar dan krijg je een soort opleiding. Je moet dingen lezen. Het Gilde heeft zelf materiaal van de kennis van Delft. Ja. Je loopt mee met ervaren gidsen. En je krijgt een soort examen dat een aantal gidsen met jou meelopen die jou testen. Ja, zo stel ik me dat ook voor. Ja, dus je moet kennis hebben en je moet natuurlijk, kijk, je hebt rationele kennis van Delft, moet je hebben historische kennis en je moet met groepen kunnen omgaan. En dan is het een enorm voordeel als, zoals ik, 20 jaar voor de klas heb gestaan. Juist. Met een moeilijke puber. Zeker. Dus volwassenen zijn toch altijd makkelijker. Ze betalen mij nu geld voor mijn onderwijs. En wat is het zo leuk om gids te zijn? Ja, ook geld, maar niet zo direct. Precies. En wat is het zo leuk om gids te zijn? Ik vind onderwijs heel mooi en ik vind het ook een prachtig, waardevol beroep als mensen kennis overdragen aan andere mensen. Ik vind het ook belangrijk. Prachtig. Dat mensen er iets van weten. Franse grammatica vind ik niet super belangrijk dat iemand dat kent. Maar dat je de Nederlandse geschiedenis kent, dat vind ik wel mooi, hè?
wel mooi als iemand daar wat meer van weet. Want dan snap je ook heden ten dagen wat beter, wat er gebeurt, waarom het gebeurt, waar we vandaan komen, hoe Nederland is ontstaan. Ik vind dat iedereen dat wel een beetje... Ik vind het zo leuk dat je dat zegt als leraar Frans. Ja, helemaal vanuit Frankrijk. Hè? Willem van Oranje, ik vind het heel zonde dat het Legermuseum weg is hier zo. Want dat was het begin. Dat is het begin van Nederland. Ja. Nou, niet het begin. Nee. Nou, tenminste, die kwam later, vanuit Duitsland. Hè? Dus. Nou nee, dat kwam van de Franse bezetting natuurlijk ook. Dan komt toch weer leraar Frans. Ja, dat vind ik wel leuk. Ik gooi even iets op tafel. Ja, de Franse revolutie van 1789 zijn de Fransen ingekomen. En we zijn vanaf 1795 bezet geweest door de Fransen. Ja. Dus de eerste koning van Nederland was de broer van Napoleon. Dat zijn interessante dingen, toch? Ja. Kijk, en dat leer ik nu hier aan tafel. Nou, ik dacht altijd Willem van Oranje een beetje... Nee, jazeker is het leuk, Dick. En daarom spreken we ook allemaal vloeiend Frans. Frans natuurlijk. Ja. Was dat maar waar, hè, Dick? Hoe vaak doe je dit per week? Het is eigenlijk niet mijn hoofdwerk, hè. Okay. Ik ben psychotherapeut en coach. Ja. Dat is mijn hoofdbaan. Tussen ons gezegd en gezwegen, maar dat hoeven de luisteraars niet te weten. Nee, precies. Niet beter dan stadsgidsen. Ja. Laat ik zeggen, stadsgidsen is een uit de hand gelopen hobby. En ik doe het dus ook in Rotterdam en Den Haag. Ik vind het zo leuk om te doen. Ja. En ik kan al mijn talen oefenen, want we doen het ook in Duits en in het Engels. En dat is helemaal voordeel. Dus ik blijf oefenen en ik blijf met mensen omgaan en ik blijf kennis overdragen. Ja. Dus, hoe kunnen de mensen zich aanmelden om bijvoorbeeld met jou in aanraking te komen of om een rondleiding te krijgen in Delft, hè? Want we zitten nu in Delft of waar dan ook. Hoe kunnen de mensen zich aanmelden en waar kunnen ze zich aanmelden? Ja, ik werk voor verschillende gidsorganisaties, dus je moet maar eens kijken, gidsen in Delft of toerisme in Delft. En dan heb je Explore Delft, je hebt het Gilde Delft, je hebt de gidsenservice van het Karweel, weet je, die bowlingbaan. Maar voor Gilde Delft moeten we bij jou zijn. Gilde Delft kan ook, maar ik werk voor al die organisaties. Oké. Als jij dat gidsen doet, hè? Hoeveel mensen heb je het liefste bij je? Want je moet mensen kunnen bereiken. Kijk, als je dat 50 hebt, dat is veel te veel. Ja, hoe gaat dat in de praktijk? Nou, voor het gilde doen we maximaal 15 mensen. Ja, dat is net lekker. Dat is leuk. En voor commerciële organisaties, die moeten nou eenmaal geld verdienen. Het gilde is een stichting, dat zijn vrijwilligers. Commerciële doen maximaal 25. En dan doe ik het ook nog op de touringcar, vooral in Den Haag en Rotterdam. En dat is eigenlijk heerlijk, want ik zit in een warme stoel. Ja, de chauffeur rijdt. Ik heb een microfoon. Ik zeg, daar heb je de Erasmus. Hij gaat gewoon wel lekker door. Dat doe je in Delft Nee, dat heeft geen zin, want in Delft kan je niet door het centrum met de touringcar. Anders zou je dat wel gedaan hebben. Maar wel met zo'n boot, hè? Misschien een samenwerking. We doen het wel op fluisterbootjes. Ja, precies. Niet een rondvaartboot. Ook wel leuk, ja. Fluisterbootjes, maximaal 8 mensen. Ja. Zit er een schipper, die stuurt. En je vertelt een beetje op de touringcar, op een manier niet te diepgaand op de verhaling, want dan ben je alweer voorbij. Ja, dus dat is een leuke manier. En het is leuk als je op de grachten vaart, word je gedwongen omhoog te kijken. Dat en dat kan ik iedereen aanraden, ik heb het aan jou ook wel eens gezegd. Ach, hou mensen, op, als je door een historische stad loopt, kijk eens wat hoger dan ooghoogte. Want de ooghoogte kijkt er naar de etalages. Precies. Daar ligt kleding of een boek te koop. Nee, iets hoger. Dus hier mooie opschriften, beelden. Nou, hij vertelt mij dingen ook allemaal in het programma bij Omroep Delft. Dan denk ik, daar ben ik gewoon straalhard voorbij gelopen. Ja. En ze moet je even omhoog kijken, dan zie je de mooiste dingen, maar dat klopt. Dat is waar. Kost het ook geld? Want kijk, die luisteraars die nu kijken, die denken, we willen aanmelden. Wat kost het ongeveer? Of is het verschillend qua organisatie? Kijk, hoe groter de groep, hoe goedkoper het wordt. Dat is natuurlijk altijd zo. Dus maar ik bedoel, heb jij een standaardprijs? Ja. De gidsenorganisaties hebben allemaal hun eigen prijzen. Oh. Dus laten we zeggen, een standaardwandeling is 1,5 uur, dat je 7,5 euro kwijt bent. Een beetje 1,5 uur. Zo goedkoop? Zo goedkoop, ja. Nee, joh. Ja, maar kijk, stel bijvoorbeeld, jullie twee melden je nu aan bij mij voor een wandeling. Dan vraag ik minimaal 40 euro. Kijk. Ik ben blij dat Joop altijd betaalt. Dus je moet... Nou vraagt hij 60. De meeste mensen mogen natuurlijk met een groep, met een personeelsvereniging of met een familieuitje. Dit is toch te doen voor zo'n historisch wat Delft heeft? En het kennis. Nou, dat is ook zo. Ja, zeker. Maar als je nou bij jou komt, hè, je hebt er afgesproken, heb ik zelf invloed op de route? Je mag helemaal op maat gesneden wandeling maken. Als mensen geen idee hebben, zeggen ze, laat mij een basiswandeling zien van 1,5 uur. Dan krijg je de basis. Maar dat bepaal jij dan? Ja, die is standaard voor bijna iedere gids. Juist. Weet je wel. Maar je kan ook zeggen, ik wil de Nieuwe Kerk in. Ik wil meer weten over de Oranjes. Ik wil een hofjeswandeling hebben. Ik wil meer weten van Vermeer. Ja. Ik wil het Vermeer centrum in. Oh, dat is zo divers. Leuk, hoor. Maar je zou ook een dag alles kunnen hebben, maar dan ben je wel een lange dag bezig. Nee, je kan bijvoorbeeld ook zeggen, weet je wat, ik ga eerst naar de porseleinen fles. Ik krijg een audiotour met een film.
weet je, heb je mij niet eens nodig. Dan ga je met de rondvaartboot ga je een rondvaart maken. Dan neem je een stadsgids die zegt, ik wil een basiswandeling doen. Daarna gaan we naar het Vermeercentrum en dan gaan we daar in het Vermeercentrum kijken hoe dat zit met het leven van Johannes Vermeer. Dan je dan je dan kan je een heel dagprogramma ja, ik kan het zeggen, dan heb je een dag wel aardig ingedeeld. Oh, absoluut, zeker. Ja, maar dat zijn ook mensen die dat doen. Ja. Ja, leuk hoor. En als je de twee kerken ingaat, heb je natuurlijk ook een hele rijke historie van het Koninklijk Huis, van Willem van Oranje, ja. van Hugo de Groot, Vermeer ligt in de oude kerk. Ja, de er is kerkgeschiedenis ontzettend is veel te doen dus hier. Ja, 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 ja. Ja, ja, en Delft is wel heerlijk om te gidsen. Nou. Want ik doe het ook in Den Haag, valt ook veel te vertellen, het regeringscentrum van huis uit, maar eigenlijk vind ik Delft het mooiste om te gidsen. Er is hier zoveel gebeurd en we hebben hier superbelangrijke mensen gehad. Zeker. Ja, en zo compact ook, hè, Delft. Ja, het is mooi bij elkaar. Ja, 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 ja. Ik heb de gids niet in tand, toch? Nee. Nee, wat moet je daar? Het is het huis van Joop van Straat. Nee, dat is niet. Nou ja, dat was zo die de boot. Dat brommetje met die lekker boot, dat is van Joop. Op de Hugo de Grootstraat, daar nummer, die nummer. Ja, dat is helemaal niks te zien, jongens. Nou, je zei al, ik ben een verhalenverteller. Dat doe je in je boeken, maar dat doe je ook op het podium. Want jij doet ook mee met Delft Vertelt. Ja, klopt. Leg eens even kort uit wat dat is. Delft Vertelt, dat is 4 keer per jaar in het Rietveld Theater, wat nu hal 015 is aan de Schieuwer, want het Rietveld Theater is tijdens de verbouwing. Daar wordt 4 keer per jaar komen daar 5 of 6 vertellers met een muziekgroep. En die vertellen iets als Delftenaar wat ze zelf in Delft hebben meegemaakt. Dat moet over Delft gaan. Ja, het moet over Delft gaan. Ze zijn nu aan het discussiëren of het ook niet wat breder kan. Want waarom zou je niet een mooi vertellen, een verhaal vertellen van een Delftenaar die dat in Suriname heeft meegemaakt. Ja. Precies, precies. Ja, ja, ja. En dat, zo'n verhaal duurt gemiddeld 10, maximaal 15 minuten. En dat is ontzettend leuk om te zien. Want ook jullie, maar echt iedereen heeft gerust wel mooie verhalen meegemaakt in zijn leven. Alleen, mensen moeten ook leren om het te vertellen. Dus wat doen wij? Het is heel wat anders of ik hier nu bijvoorbeeld met jullie drieën bijvoorbeeld in de huiskamer zit, iets vertel, of een publiek met 100 man. Dus ik ben ook dan zeg maar vertelcoach. Dus wij leiden mensen op. We geven ze tips om te zeggen, nou, maak contact met het publiek. Kijk ze aan. Spreek met luide stem. Ga staan. Weet je, dat soort aanwijzingen. Ja, ja, ja. Je haalt alleen de zenuwen niet weg. Nee, dat is natuurlijk heel eng in het begin. En daarom hebben we ook altijd een generale repetitie op de maandagavond, voordat het begint, in het theater zelf. He, er zitten al een aantal in de zaal. Mm-hmm. Je went aan het licht een beetje, want je kijkt eerst dat licht in, dan zie je niks. Dus daar moet je allemaal aan wennen. Maar jij zit nu ook bij zo'n groep die dat met die andere lezers en vertellers doet. Jij geeft ze, wij geven ze tips, zeg maar. Ja. Ze vertellen in de huiskamer. Dat doe jij ook, ja, dus ook nog ook steeds. Ja. Ja, ja. Hoe lang mag je dan vertellen? Wat ik zei, 10 tot 15 minuten. Alleen dan? Ja, ja. Niet langer? Nou ja, wat, luister eens naar een verhaal van een half uur. Dan moet het al heel boeiend zijn. Ja. Ik werk het ook met stadsgidsen. Ja, maar ik vraag dat omdat als dat uitloopt, dan moet het dus een mooi verhaal zijn. Dan laat je het toe, dat bedoel ik eigenlijk. Ja, wel, maar we merken toch dat de aandacht na een kwartier ook wel een beetje gaat verschillen. Ja, oké. Okay. Dus dan hou je toch wel op die 15 tot 20 minuten. Nou ja, ja. Nou, 10 tot 15 is al flink lang. Is vrij lang. Omdat je er ook 6 achter elkaar krijgt. Ja, dat is ook waar. Oh, 6. 6 15 is 90 minuten luisteren. Dat, dat is zo. Dus dat is ook lang, ja. 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 En over Delft Vertel, mensen die ook weer terugkijken, ik zeg het altijd, de mensen die willen ook weten, kunnen ze zich ook opgeven voor Delft Vertel? Ja, en waar kunnen ze zich opgeven? Je kan gewoon kijken op de site van Delft Vertelt, delftvertelt.nl. En daar zie je ook allemaal tips trouwens om te vertellen. Daar kan je ook aanmelden. Je kan je ook bij mij aanmelden. En de data staan erbij wanneer het is. Wanneer het is en zo is dat allemaal op de site. Ja. Ik ga me aanmelden. Ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het al leuk hoe je alles zo vertelt. En in het heel kort ook het geschiedenis, historie. Ja. Dat geeft me al lekker feeling. Maar of ik daar ga kunnen staan, dat weet ik niet. Maar daar ga jij mij dan in begeleiden. Je hebt een mooi verhaal in je leven. En je bent toch een makkelijke prater, weet je wel. Dat weet je van jezelf. En jullie leren me de kneepjes erbij ook samen. Met dat komt allemaal wel goed. Ja, dan wil ik me wel een verhaal komen vertellen bij jullie. Al extravert, merk ik, naar de buitenwereld. Je bent contactgericht. Ja, ja, dus dan heb je ook al wat tips. Ja, maar het is niet heel ingewikkeld. Ik krijg gewoon een schouderklopje hier zo, joh. Ja, ik ben ook gewend om voor het publiek te praten, al zie je ze dan niet. Hè. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk wel zo. Je weet nooit wie er allemaal naar je kijkt. Ja, als je een heel verlegen introvert type bent, is het niet lastiger. Ja, natuurlijk. Vanzelfsprekend. En jullie geven dan de kneepjes, de timing, hoe je het beter uit... Ja, bijvoorbeeld wat je zegt, timing. Het is ook goed om af en toe stiltes te laten vallen. Dat je iets hebt gezegd, iets leuks of ontroerends, even een paar tellen wachten. En als je op toneel staat, dat merk ik dan ook, dan is het een paar tellen stil. Dan denk je, dan moet ik beginnen, want iedereen zit te wachten. Ja, maar je moet eigenlijk zeggen, als het mij te lang duurt, dat is precies goed voor het publiek. Dan kom ik even terug bij Laurence Olivier. Ja? Die heeft ooit een masterclass gegeven met Michael Caine in die klas. Die waren toen nog jong. Ja. Ik heb het over de beste acteur ever. Betere heb je niet. Mm-hmm. En die zei, toneelspelen, dat moet je niet al die teksten doen, natuurlijk moet je het weten. Mm-hmm. Toneelspelen is de stiltes tussen de zinnen in. Ik haak even in op wat jij zegt. Ja.
En dat is volstrekt juist. Ja. Ja. Want als je de stilte op een goed moment vasthoudt, dan is de zin die daarna komt geweldig. En dan had hij gaf Heren. Daar voorbeelden van. Nou, al had hij een half uur het telefoonboek voorgelezen, ik met open bek. Prachtig. Die man wist waar het om ging. Ja. Ik ben klaar voor Delft Verteld, heren. Jullie hebben me overtuigd. Hier in de live uitzending. Over telefoonboek gesproken. Kijk, Toon Hermans, die al die namen over. Ja. Meneer Stip, mevrouw Hak. En dat is een kwestie van goede timing en goede pauzes laten vallen. Dat zei Sonneveld met Tea Room Tango. Dus dat is het mooiste lied wat je kunt zingen. Ja. Als ik 1 seconde te laat ben, dan is het weg. Ja, de spanning is dat. Ja, dat is fantastisch. Die mensen deden dat leren we. Perfect. Ja, Je wordt eigenlijk een tweede Sonneveld. Ja, want wat we hier bij Delft on the Move doen, is wel leuk dat Delft en omstreken dat ook te weten komt. Ja. En hoe wij dit met z'n allen hier saamhorig hebben opgezet. En de samenleving daarin ook bediend. Dus we hadden jou nog even die website beloofd over die boeken. Ja. Hoe we dat kunnen komen. Ja, Dick Stammers. Kun je dat langzaam even langzaam zeggen? Langzaam, en camera 3. Ik weet, ja, kijk, oh, je zit in beeld. Ja. Ja, Dick Stammers, D-I-C-K, Stammers, S-T-A-M-M van Maria E.S. Dick Stammers, .wordpress.com. En WordPress is ook met 2 S'en. W-O-R-K-P-R-E-R-D. Nou, WordPress. Zie je, moet even WordPress. Oh, ja. WordPress. Oké. Okay. Ja. Goed, Dick. Zijn we er? We hebben een primeur voor de kijkers en luisteraars. Nee. Ja, we gaan jou niet zomaar laten gaan, Dick. We gaan even Dick. Een stopje inlassen, een kort stopje. En daarna komen we bij je terug, want je hebt een verhaal voor ons voorbereid. Oh, ja, we gaan de vinger van Delft on the Move en dan gaan we... Dan luister even naar een verhaal van Dick. Tot zo. We gaan even naar de break en tot zo. Dit is Delft on the Move. Delft on the Move is een internationaal multimedia platform met als doel een podium te bieden aan jong talent en bestaande netwerken te ondersteunen. U kunt ons volgen op delftonthemove.online. Ja, we zijn weer terug en we hadden Dick Stammers beloofd om een stukje voor te lezen uit een van zijn boeken. Nou Dick, welk boek heb je gekozen? Het boek heet Iedereen is altijd hier. En omdat ik nu bij Delft on the Move ben, is het mogelijk dat ik jou... Ik ga een verhaaltje voorlezen. Ja. Of ik jou kan vragen of je dit wat ik in het verhaal vertel herkent bij jezelf of bij anderen. Oh. Niet bij jou. Ja. We gaan het even niet over jou. Goed luisteren. Oh, ik ga goed luisteren, Dick. Nou, Dick, aan je gang. Het heet Opvoeder. Ik ken hem goed. Hij is een uitstekende, hardwerkende leraar wiskunde met een groot hart voor zijn leerlingen en de beste examenresultaten. Na werktijd nemen we plaats op het terras en hij bestelt. Als de koffie op is, loopt hij naar de bar om te betalen, zet behulpzaam de kopjes op de bar en glimlacht naar de ober, die wegkijkt. Hij zit in de volle bus. Een oudere dame stapt in. Hij stapt op en zegt beleefd, gaat u zitten mevrouw. Zonder hem aan te kijken, neemt de vrouw plaats. Op straat lopen een paar mannen in zijn richting op en kijken hem wantrouwend aan. Hij kijkt vriendelijk terug. Zij niet. In zijn flat komt hij mensen tegen bij de lift. Hij groet vriendelijk. Zij lopen zonder de antwoorden door en hij zwijgt. Hij gaat naar huis waar zijn vrouw op hem wacht. Ze knuffelen elkaar liefdevol en blijven lange tijd in elkaars armen liggen. Strelend. Dan begint hij zachtjes te huilen. Verbaasd kijkt ze hem aan en vraagt, wat is er? Stikkend zegt hij, ik ben niet goed genoeg. Begripvol pakt ze hem vast en ze haat de wereld buiten het huis. De volgende dag staat mijn collega weer enthousiast voor de klas om zijn vak uit te oefenen. Nederlanders opvoeden. Want Hassan is een wijze leraar met een groot hart. Een geboren Marokkaan die ooit vertrok naar het land van zijn grote dromen. En iedere dag bouwt hij voort aan zijn levensdroom. Tezamen met jonge leerlingen die een warm mens zien. En te midden van oude, koude dromenhaters die kwaad kijken in de spiegel van hun eigen angst en geen mens zien. Mooi hoor. Voilà. Mooi. Dick Stammers, jij vroeg me zojuist, zal ik erkenpunten van mij daar ook in het verhaal? Ja. Antwoord is ja. Oké. Okay. Antwoord is ja. Het percentage dat ligt verschillend, want dan zou je het nog een keer moeten leggen. Maar ja, antwoord is ja. Ja. En ik vind het een heel mooi verhaal. En als voorzitter van Delft on the Move wil ik jou vragen
ja, hier nu aan tafel in deze live uitzending. Als jij voor ons op onze platform, we hebben een platform van gedichten op de site, of we een paar columns of verhalen van jou elke week aan deze kijkers en luisteraars mogen plaatsen. Okay. Als jij daar toestemming. Ja. Hebben we nu een deal hier? Ja, dank je. De Thomas in the house. Ja, dames en heren. Ja. Zo hebben we weer een mooie schrijver, verhalenverteller, die elke week een stukje mooie verhalen gaat plaatsen. En dan kunt u het elke week vanaf maandag tot en met die maandag daarop, kunt u dit verhaal dan lezen. En dat gaan we dan elke week implementeren. Ja, en bij Omroep Delft is hij elke donderdag bij mij in de uitzending. En dan wat over allerlei onderwerpen. Nou, maar wat het is, dat gaan we nog. Wat worden de Delftenaren toch verwend, joh? Zeker. Ja, wat worden ze verwend? Nee, het is heel leuk. Ja, zeker. Ja. Goed, Dick. Ja. Dankjewel voor je komst. Oké, heel graag gedaan. Ja. Was leuk. En, ik vond het heel interessant. Zeker. Aan het weten. En tot de volgende keer, want ik wil dan toch wel een beetje inhoudelijk op de boeken ingaan. Want dan word ik nu zo nieuwsgierig, Dick. Okay. Dat er is zoveel aan jou te vragen, maar. Nou, leuk. Tot de volgende keer. Ja, zeker, zeker. Okay, dank je wel. Dames en heren, we gaan naar de break. En met dank aan schrijver en stadsgids Dick Stammers hebben wij weer een primeur hier bij Delft on the Move. Dat wij dan vanaf volgende week, we gaan hem even stalken gewoon. Dat hij gewoon dan mooie gedichten vertelt, zodat u kan zien. En dan kunt u ook bij hem op zijn platform. En dat was weer dickstammers.wordpress.com. We gaan naar de break toe en dan zijn we goed zo bij je terug. Goed onthouden, Brian. Mooi. Ja. Dit is Delft on the Move. Delft on the Move is een internationaal multimedia platform met als doel een podium te bieden aan jong talent en bestaande netwerken te ondersteunen. U kunt ons volgen op delftonthemove.online. Bij ons aangeschoven Gerrit Karremans. Hij is voorzitter van de Wonenscommissie Delft en hij zit ook in de raad van bestuur van Delft on the Move. En hij doet vast nog meer, maar dat gaan we allemaal aan hem vragen. Dag Gerrit. Welkom. Dag Joop. Leuk. Dag welkom. Hoi Gerrit. Een klein foutje staat daar. Het is de huurdersraad. Oh, de huurdersraad. Oké, nou dan hebben we dat. Dan hebben we dat. De bewonerscommissies, dat zijn alle groepen. Ja. En die hebben gezamenlijk een huurdersraad. Juist. Oké. Okay. Nou, het gaat in elk geval om de Vereniging Bewonersorganisatie. Ja. De VBO, korten we zo VBD. Maar even aan. VBD. Ja, daar moet Delft bij, hè? Okay. Zijn hoeveel bewonerscommissies zijn daarbij aangesloten? We zijn momenteel bezig. Officieel is dat ergens tussen de 22 en 25. Maar er is veel
zeg maar, ontmoedigingspolitiek heeft zich toegepast. Dus het is, ik probeer het een beetje weer op te krikken. Vandaar ook dat ik ook, toen ik dus verzocht werd om die functie te betreden, heb ik dat met twee handen aangepakt. Omdat het een nieuw leven ingeblazen wordt. Ja. Wat is dat voor vereniging, die VBO? Ja. Kun je dat eens een beetje aangeven? Het is een iedere wonersstichting. Dus je hebt voormalig Vestia, dat heet nu Stedeling. En Fidomus en Woonbron. Woonbron, ja. Die hebben een huurdersraad. En die huurdersraad, ik heb bijvoorbeeld gisteren een vergadering gehad in Dordrecht. Bij Woonbron heeft meerdere huurdersraden van de regio waar ze dus werken. Ik ben dan verantwoordelijk voor Delft. Ja. Pak een beet, meer dan 10.000 deuren, zeg maar. Voordeuren. Met ongemiddeld 2,2 zoveel bewoners erachter. Ja. En 20.000 mensen. Ja, en wat doet zo'n huurdersraad, de bewonerscommissie, precies voor de bewoners? Dat kan ik het beste uitleggen, Brian, met een voorbeeld. Een case study, met een mooi woord. Laatst is de Mozart Flat. Aan de Mozartlaan vernieuwd, duurzaam gemaakt, heet dat met een mooi woord. En de bewoners die bleven daar wonen. Nou, er zijn allerlei wantoestanden ontstaan. Mensen die van 12 hoofd naar buiten een dictie moesten, weet je wel, om een behoefte te doen. Ja. En dan hebben ze dus gebruik gemaakt van ons om in te grijpen. En als huurdersraad kan je dus ook gebruik maken van de Woonbond. De Woonbond is een organisatie die is voor iedere huurder beschikbaar, mm-hmm. door heel Nederland. Mm-hmm. En die hebben dus per regio specialisten. Wij hebben zelf ook de regels en de voorschriften allemaal in huis. Dus we kunnen ze dus ook uit ervaring kunnen ze ook al toestaan. En we hebben bijvoorbeeld momenteel een actie van een bewonerscommissie uit, dat heet Oostblok. Dat is dus tegenover de Oostpoort. Ja, zeg maar. Ja. De andere kant van de station. Ja, ja. Problemen met de verwarming. En die bewonerscommissie zelf, die dat probleem al 10 jaar heeft, die hebben dus nu aan de klok getrokken met artikels in bijvoorbeeld de Telegraaf, in het AD. Ja, het heeft de krant aardig gehaald. Ja, ja. En dat is dus een noodsprong van die mensen. Wij hebben ons, sinds kort bemoeien wij ons er ook mee. We staan ze in raad en daad bij, zeg maar. Dat is dus eigenlijk... En hoe kun je die mensen nou bijstaan? Ja. Praktisch. Door de weg te wijzen. Waar ze moeten lagen, waar ze moeten zijn om elkaar te krijgen. Welke rechten ze hebben. Ja. Wat ik tegenkom, ik ben zelf een huurder en ik ben sinds 3 jaar voorzitter van de bewonerscommissie Westlandhof, waar dus de vorige voorzitter is overleden. Niemand wou dat klusje doen. Ik vond het wel interessant, gezien ik sinds kort weer in Nederland woon, als zeg maar zijnde een deel van mijn integratie. Ja. En van het een komt het ander. Dus je komt allerlei dingen tegen. Ik geef even een voorbeeld. Dat was net toen die hele lockdown toestanden begonnen met de corona. Heb ik de AD erbij moeten halen. Omdat ik op één dag had ik 3 overvallen. Oh. Van fake thuiszorgers. Nee. Mondkapje. Ja, dus ja, zoals ja. je in de film ziet. Ja, ja. Echtpaar, 94, 95, wordt overvallen. Een vrouw die net uit het ziekenhuis kwam, 84, al dood kwam. Nee, wat laf. En zo hadden we nog een geval. En dat is dan, kom je dus zeg maar negatief in de publiciteit. Ja. Ik heb bijvoorbeeld dit interview, doe ik graag om mensen dus op een positieve manier te benaderen. Ik sta over 2 weken ook in... Delft op zondag met een interview. Maar jij bent ook een positief mens, Gerrit. Positief, maar dat heb ik. Jij hebt me een beetje besmet, Brian. Oh, maar daar hebben we het straks over. Ja, het straks ja, ja, over. Ja, ja, ja. Dat is. Dus de mensen die hebben dus wat ik proef bij de mensen is mede door, zeg maar. Ik hou niet ervan om dat woord uit te spreken. Maar ik noem het dan altijd de pandemische pauze.
weet je wel, dat mensen zijn extra bang gemaakt. Dus we hebben een hele grote opleving gehad van de angstcultuur. En mensen zitten letterlijk en figuurlijk achter de voordeur. En dat geeft enorme problemen. Wat er allemaal. Ik ben vanmorgen nog bij een probleem geweest. Dan moet je je voorstellen, dan ben je 95. Dan kom je uit het ziekenhuis, vorige week. En dan gaan ze bij jou achter die muur, dat is iets zo'n stukje, gaan ze het badkamer eruit drillen met klophamers. Ja. Nou, helemaal paniek bij die mensen. Dat niet overwogen wordt, weet je wel. Ja. Ik heb, een paar weken geleden werd ik gebeld door de politie. En toen had ik te maken met een winkeldiefstal. Want mijn telefoonnummer stond in de portemonnee van die mevrouw met scootmobiel. Dus ik met de politie gepraat en alles. En toen in één keer vielen de kwartjes. En die mevrouw is van de week 100 geworden. Ja. En is een beetje de draad kwijt. En is eigenlijk, het zeilt een beetje nog tussen, want ze is nog net vitaal genoeg om op haar eigen te wonen. Maar komen die mensen allemaal in contact met jou? Of ga je langs de mensen? Dit is puur toeval. Maar ga je mensen ook bezoeken? Nou, hoe doe je dat? Of jij niet alleen, maar... Laat ik het even anders aankaarten. Ik ben eens in augustus, september, ben ik gevraagd om voor deze functie. En dat is mede dankzij Delft on the Move. En daar kom ik straks nog even op terug. Ja. Omdat ze je naam zien, je naam horen. Ja, 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 ja. Maar wat gebeurt er dan? Dan krijg ik, ik heb maandag een gesprek bij Woonbron over de kaderstelling. Weet je wel, dus binnen welke kaders je moet werken en dergelijke. En dan beginnen ze, en dat citeer ik. Woonbron wil graag het thuisgevoel en saamhorigheid herstellen. Dat is er dus niet. Dat is er dus niet. Dat gaan ze herstellen. Kijk, en Joop, dat weet je zelf ook wel hoe dat beschadigd nog verder is door de hele situatie van de laatste 3 jaar, zeg maar. Nou, ik voel me als een vis in het water, omdat ik het Nederland nog ken van 40 jaar geleden. Ik mis een stuk van 40 jaar. Nou, dat wou ik wel zeggen, dat is heel wat veranderd. En daarvoor heb ik dus ook heel bewust, ik kwam dus in een situatie, daar dacht ik, joh, ik wil het woord doodpaard niet gebruiken, maar ik heb het al gezegd. En ik denk, is hier wat van te maken? Maar mede dankzij een van de directeuren van Woonbron ben ik heel positief erin geworden. En dat is een directeur, die is inmiddels al weer afscheid genomen helaas, maar... Die is van Marokkaanse afkomst. Ja. Dus hij zal in Nederland geboren zijn, Erasmusopleiding. En wij konden door één deur heel goed, omdat we allebei met een been in 2 culturen stonden. Ik ben eigenlijk Italiaan, weet je wel, omdat je daar zoveel jaren hebt gewoond. En hij Marokkaan. Dus we begrepen elkaar heel, heel, heel goed. Ja. Dus dat thuisgevoel, wat ik dus 40 jaar geleden... normaal was, weet je wel, dat de buurvrouw onwel werd en wist de hele straat dat. Ja. En nu woon je bovenop elkaar en ik word geroepen en wat blijkt, dan legt er al iemand 14 dagen dood achter die deur. Ja, dat maak je tegenwoordig mee, ja. Dat maak je mee. Ja. Dat is, ik heb al 2 zelfmoorden meegemaakt, weet je wel. Ja. Maak je allemaal mee. Ja. Je hebt er niks mee te maken. Maar dat ontstaat. Ja. Het gebeurt allemaal op een paar vierkante meter. Ja, ja. Heb jij nou veel invloed op wat je doet? Want je bent voorzitter, dat is een mooie functie. Mm-hmm. Maar luisteren mensen naar je, kun je ook wat bereiken? Heb je dat gevoel? Dat is nog te vroeg om dat te zeggen. En toen ik dus mijn team moest samenstellen en ik dus bij een team betrokken werd, dacht ik, dat kaliber moet omhoog. Maar ik vind het al moeilijk om een team samen te stellen. Ja, waar let jij dan op? Nee, maar dat, waar ik op let, mijn secretaris heeft hier ook aan tafel gezeten. Dus Martin, Marcel... Koelewijn. Ja. Want die is betrokken. Kijk, ik ben een vogel die erboven hangt, snap je? En Martin, of Marcel, die is erbij betrokken. En ook onze penningmeester. Snap je? Dus ik wil het voor de luisteraar en de kijker duidelijk hebben. Dat heb ik dus, zeg maar, ik wil niet het woord zeggen tactische set, maar het is dus, daar heb ik heel erg over nagedacht, weet je wel. En, het is gewoon een tactische set. Je hebt dus te maken met, ik ga het voorzichtig zeggen, met een ontmoedigingsbeleid.
En omdat een goede huurdersraad is lastig voor, ja, natuurlijk. Voor de stichting. Ja. En wat je dus krijgt, nou ja, ze krijgen een koekje van eigen deeg, zeg maar. En ik zie bijvoorbeeld ook een rol voor Delft on the Move, om dat instrumentaal te gebruiken om te kunnen communiceren met de huurders. Ik wil straks bij het interview hier even op terugkomen, want dan wil ik even de rollen omdraaien. Want jullie doen belangrijk werk. Ik zit nu in de studio, ik heb mijn twee voorgangers. Nou, dat was een verademing om naar te luisteren, weet je wel. En dan bijvoorbeeld in de zondagskrant zetten van jongens, even naar Delft on the Move, dat en dat artikel, weet je wel, want dan leggen we uit. Wat de plannen zijn voor ja. de Mozartlaan of ja. voor ja. het Oostblok, ja. weet je wel. Dat is dus eigenlijk wat ik al een tijdje op zit te broeden. Nou, leuk is voor ons als omroep belangrijk ja. dat daarbuiten de mensen weten wat deze mensen hier te zeggen hebben. Precies. Daar ja. kiezen we jullie ook op uit, ja. natuurlijk. Ja, precies. Ja. Precies, ja. Ja. Gerrit, wat doen jullie met al de resultaten? Hè? Met de politie, mensen die net uit de ziekenhuis komen en worden geboord. Hoe verwerken jullie het in de huurdersraad, hè? Dat moet ik zo zeggen. Ik ben nu nog in de fase van verzamelen. Zeg maar, wat doe ik? Ik geef je een ander voorbeeld. Dus ik heb verteld... Nee, ik begrijp even je verzamelen niet. Wat bedoel je daarmee? Nou, wat er allemaal gebeurt en wat ik zou kunnen doen om dat thuisgevoel te kunnen herstellen. Een samenvatting. En of waar ik dus mee geconfronteerd word. Juist. En je komt dus ook, je zit dus in een hele andere samenleving als zeg maar 40 jaar geleden. Weet je wel, het functioneert. Nee, dat is duidelijk. Dus ja. ik wil kijken hoe ik dus social media kan gebruiken. Weet je wel, Twitter en Facebook, waar ik geen ervaring mee heb. Nee. Dat is Aisha, onze penningmeester, perfect in, weet je wel. Dus dat heb ja, ik die is een hele goede. Nee, maar dat soort mensen heb je nog niet tegenwoordig. Ja, natuurlijk. Je moet dus aware, hoe zeg je dat in Nederlands, gewaar zijn van wat er allemaal kan. Ja. En dan kom je dus tegen, tot hoever gaat je verantwoordelijkheid? Je hebt tegenwoordig, wij noemen dat heel diplomatisch, mensen met een krasje. Sommigen hebben een hele grote kras. En die worden dan geïntegreerd in de sociale woningen, weet je wel. En dat heet dat begeleid wonen. Ja. Hmm. Nou, dan zit je dus in een situatie, dan heb je 1, 2, 3 oudere dames, en dan noem ik het maar 80 plus, soms 90 plus. En dan zetten ze ertussen iemand, en die is een verwend roker van marihuana. Dan gaat hij halen, kijkt soms helemaal verdwaasd uit zijn ogen. En je krijgt dan bots je tegen die muur privacy aan, weet je wel. Waarom wordt dat niet gecommuniceerd met ons, dat we ervan weten? Ja. Waarom, wat kan ik doen? Waarom moet ik met het ding van de politie een deur openen, terwijl er een masterkey of wat ook kan zijn, weet je wel, als we dus in kunnen grijpen, dan hoeft die man dan niet 14 dagen. En dan krijg je dus, dan bel je dus, ruik je al wat, weet je wel, zie je al vliegen. Ja, ja, ja. Nou, de politie die komt dan en die ziet dan inmiddellijk dat het al meer als een dag of 10 is. Ja. En die kunnen dat zien, weet je wel. Ja. Nou, dat vind ik toch wel een beetje... En daaronder woont iemand, daarboven woont iemand, daarnaast woont iemand, weet je wel. Dat betekent dus dat jullie ontzettend belangrijk zijn en dat je heel goed je oren en je ogen de kost moet geven. Ja, maar het punt is, als je bijvoorbeeld over voetballen praat, dan hebben ze over scouting. Weet je wel, dat is gewoon een soort scouting systeem. In de straat, een soort scouting systeem, in de flat, hoe dan ook. En dat moet ook in de huurderscommissie... Ik weet niet of dit haalbaar is. Tuurlijk misschien is het haalbaar. Misschien zit ik wel. Ja, dat zou je... Maar dat zal de tijd leren. Ja, ja, daar gaan we best voor doen. Ja. Dat is toch met het selecteren, als je al weet dat zo iemand daar en daar komt. Dan maak je toch al die selectie om dit goed in orde te... Moet je je voorstellen, Brian, ben jij mevrouw Bakker? Dan ben je 85 en heb je lekkage. Weet je wel, en dan bel je het nummer en dan krijg je te horen, ja, maar mevrouw, vanwege corona hebben wij momenteel geen tijd. Ja. Of mijn collega die is nu even op vakantie, over 14 jaar hoort u van ons, weet je wel. Ja, dat word ik. Dat bevordert mevrouw Bakker haar stemming niet. Nee, en daar heeft mevrouw Bakker niks mee nodig. Nee, ik zou van gestresst raken. Dat moet anders geantwoord worden. Dus ik ga proberen in de hiërarchie die lijntjes anders te leggen, daar duidelijkheid in te brengen. Ja, dat is een hele goede Gerrit. We gaan even naar iets anders, anders duurt het te lang. De Raad van Advies bij Delft on the Move. Wat doe je daar dan? Luisteren. Luisteren. Dat is heel belangrijk. Dat doen we hier in de interviews ook. En dan op een gegeven moment met een goed voorstel komen. En heb je dat al veel moeten doen? Ik luister veel, ja.
Ja, en af en toe druk ik een heel dingetje weg, weet je wel. Maar ik zie iets heel positiefs gebeuren. En daar wil ik met het interview even op inhaken. Oké, dan gaan we daarover verder. Ja, prima. Ja, ja. Nou, las ik in de krant dat de TU Delft 40.000 studenten in Delft wil hebben in 2030. Ja. Nu zijn dat er 15.000. Hoe staan jullie daar tegenover? Nee, dat is toch meer? Dat is toch al 20 nog? Nou ja, maar geen 40.000. Hoe wij daarin staan... Hoe zie ik, ik hoor een heleboel groepen bewoners zeggen... ja, maar dat kan niet, dat is bijna een kwart van onze stadsbevolking. Als je deze vraag aan mijn secretaris zou hebben gesteld... dan zou je een antwoord krijgen in de trant van... dat is natuurlijk dat is ongeveer, als je zegt 40.000, dan praat je ook over 30-40% van de samenstelling van de bevolking. Dat zeg ik. Ja. Ja. Maar het punt is hoe wij dus daar tegenaan kijken, dat is allemaal, wij noemen dat in de politieke termen politieke passanten. Weet je wel? Dat is ook zo. Ja. Weet je wel, en die mogen in plaats van 4 jaar ook maar 2 jaar in de raad zitten of zo, vanwege hun studentenstatus. Ja. Kijk, en als je dan solliciteert of een motie indient om wat meer coffeeshops en zo, ja, dat creëert spanning. En daarvoor is het politiek gezien belangrijk dat daar een goede tegengewicht tegenaan komt. Ja, ik vind het een heel mooi antwoord. Ja, maar het valt en staat ook met de huisvesting aan en willekeurig op de campus die huizen voor die mensen dan bouwen. Want binnen de bevolking, dat wordt weer opgekamerd. Ja. Hè? Ja. Dat zijn een hoop mensen tegen. Ja. Nou is het nog niet zo ver, misschien gaat het wel niet door, maar dat zijn wel plannen. Ik heb ervaring vanuit Italië. En daar heb ik hele mooie dingen gezien. Ik weet niet dat het daar beter of minder is als hier. Maar dan kijken ze dus naar de capaciteit van de stad. En dan gaan ze gewoon buiten de stad een aantal appartementen bouwen. Nou ja, ik noem maar wat, je zal toch iets moeten doen. Maar we zitten hier met een probleem van ruimte. Ja. Kijk, daarom zijn ook een hoop groepen tegen, ook. Joop, dat heeft twee gezichten. Alles heeft twee kanten. Ja, dat is zo. Snap je? En het punt is dus, 25.000 studenten betekent zoveel omzet. Ik ben zelf een soort peetvader voor een aantal studenten uit India. Nou, die studenten zijn per jaar ongeveer 30.000 euro kwijt om hier te mogen en kunnen studeren. Ja. Dus er wordt een mortgage genomen op het huis van de ouders. En dan mogen ze nog 5 jaar in Nederland blijven. Om bij die chipfabriek of zo te werken. Om de familie die 100.000 euro of zo terug te kunnen betalen. Ja, 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 ja. Dus als je dat maal zoveel studenten doet. Dat is ontzettend veel geld. Ja. Dus het is weer een andere kant. En ik vraag me wel eens af. Ik word wel eens bij studies betrokken. Ja, heeft deze studie zin? Of is dit een studie om een studie te hebben? Snap je? Ja, want er zijn best wel veel, best wel veel buitenlandse studenten die nu de overhand hebben hier bij de universiteiten. Ook, ik heb ik ben dus ook dan voorzitter van de, hoe heet het, Westlandhof. En de buren aan de overkant van het gras, dat is Duo. En er zitten studenten in van, ik meen dat het van UNICEF of zo gesponsord worden, dus dat is van ontwikkelingslanden. Nou ja, die hebben wel eens een feestje. Ja, natuurlijk. Maar dus kom je ook elementen tegen. En dat zijn dan zoons van de upper class uit Colombia of wat ook. Nou, die komen daar 3 jaar lang feesten. Ja, nee, dat wordt inderdaad. Dat, over die verkamering ook. Dat zit allemaal bij sneeuw en bier, maar ook dat... Ja. Nee, dat is... Gerrit, wij hebben sowieso geen vraag. Ja, we gaan straks over die sneeuw en de bier verder hebben. Ja. Het wordt uitgeknipt, toch? Ik wil nog één ding weten. Ja. Hoe lang denk jij hiermee door te gaan? Want je bent natuurlijk nog niet zo heel lang bezig. Zolang mijn gezondheid dat niet... Ja, je hebt geen limiet gesteld voor jezelf. Nee, dit is... en kijk, als ik... ik heb net mijn secretaris uitgenodigd voor een biertje morgen. Ik heb een aantal... Heel goed. Nee, maar ik heb een aantal dingen gisteren gehoord, vanmorgen meegemaakt. Nachtje op slapen. Want ik geloof heel erg in dus uit de ego stappen. En de intuïtie zijn werk te laten. Ja. Mooi, en als mooi. Opa. Dat is een mooie laatste zin, Gerrit. Wij praten dadelijk verder, maar dan ben jij de interviewer. Ja, dan zit Brian hier. Dan gaan we samen tegen Brian. Nee, dat is niet de afspraak. Maar we zien het allemaal wel. We gaan er weer even uit. Ja. Dankjewel, Gerrit. Ja, we gaan er even uit, want u hoort het al van Joop van Straat. Wij worden
aan de tand gevoeld. Wij worden geïnterviewd. We zijn benieuwd. Dit was eigenlijk niet echt afgesproken. We weten ook niet wat de vragen zullen zijn. Maar blijf ze hangen en dan zijn we zo bij je terug. Dit is Delft on the Move. Delft on the Move is een internationaal multimedia platform met als doel een podium te bieden aan jong talent en bestaande netwerken te ondersteunen. U kunt ons volgen op delftonthemove.online. Nee. Ja, dames en heren, welkom terug bij DNA on the Move. U hoorde dus juist al dat Joop en ik worden geïnterviewd door Gerrit Kammermans. Hij is ook hier raad en advies bij Delft on the Move. En wij zijn benieuwd wat hij ons gaat vragen. Dus ik zou zeggen... Ik ook hoor. Ja Joop, ben je nieuwsgierig? Heel benieuwd. We zijn allemaal nieuwsgierig, dus ik zou zeggen, kijk en luister mee. Nou, Gerrit, Bas, Kirsch. Nogmaals wel. Goedemiddag allemaal, Joop en Brian. Ik wil gelijk maar beginnen met een heel belangrijk ding dat Joop net zei tegen Dick Stammers. De stiltes waar Laurence Olivier over had, deden mij denken aan... Praten is het recyclen van woorden. Luisteren is leren. Heel belangrijk, ook psychologisch. In mijn eigen functie momenteel luister ik ontzettend veel. Ik zeg heel weinig. Ik heb gisteren een vergadering gehad, ik heb heel weinig gezegd, maar ontzettend geregistreerd. Heel belangrijk. Ik ken Brian, ongeveer 4 jaar, heb ik uit zitten rekenen. En toen werd ik enorm geraakt door de spontaniteit van zijn interviewstijl. En de emotie die hij niet meer kon bedwingen toen we klaar waren en toen hij om mijn nek heen sprong. Brian, dat herinner jij nog? Jazeker. Als ik kijk naar de Brian die nu tegenover me zit, dan zie ik een Brian die ontzettend gegroeid is. Een Brian die hele moeilijke hindernissen heeft overgenomen. En omdat ik over de schouder mee mocht kijken... heb ik even heel veel waardering voor Brian gekeken. En op het moment dat zeg maar, beslissing werd genomen om Joop erbij te vragen, toen werd ik heel erg blij. Jouw eerste stijl was kopieergedrag en je wilde iemand zijn die je niet was. En nu ben je jezelf.
Hoe heb je dat zelf ervaren? Ik vind het leuk dat je dit zo zegt. Want dat is een goede vraag. Ja, want toevallig zit je ook hier naast mij. En we hebben het vaak gehad over van Brian, wat je doet, doe je al goed. En je cijfert jezelf soms ook te veel weg. En je hoeft niemand anders te zijn, je doet het al goed. En inderdaad, vroeger altijd zo plechtig met bewoordingen. Hè, marché gezeten, ik doe van alles. Dus dan kom je met plechtige woorden die het straatvolk soms niet verstaat. En dan heb ik wel een kleurtje en dan zag ik soms van, hé, dit is dit dagens of wat dan ook. En dan kijken ze me aan van, wat zegt hij nou? En dan denk ik van, Joop zegt van, praat gewoon simpel. Ik zie nu pas dat je een kleurtje hebt. Oh, sorry. Dus dat je het zelf zegt. Oh, ik noem bril weer opzetten. Dan moet je helemaal niet op letten. Nee, maar dan zien mensen inderdaad dat Ger zegt. Dus ja, om jezelf te zijn is soms ook moeilijk. Want ik probeerde toen, hoe kan je zeggen, je bent iets aan het opzetten. Voor mijn gevoel probeerde ik mensen te pleasen. Ik heb een idee, ze komen naar me toe en om ze vast te houden. Maar dat doe ik niet meer. Het is take it or leave it. Of wees ook maar jezelf. En doe wat je moet doen. Dus ja. Mag ik even op inhaken, Brian? Ik was hier toevallig bij jullie feestjes afgelopen zaterdag. En toen werd ik enorm geraakt door woorden van Melvin. Die het eigenlijk samenvatten. Dit is een fijne plek waar ik mezelf kan zijn. Ik dacht, bravo Brian. En wij hebben iets identieks. Ik heb mijn vader nog wel gekend. Omdat hij is overleden toen ik 10 was. Jij hebt je vader nooit gekend, geloof ik? Dat klopt. En dat was iets waar je dus, dat je dan gemeen hebt. En dan heb je een zogenaamde klik. Ik heb jullie hoor. Dus, als ja, vader nee, maar ik heb ook gezien hoe jij dus zoekende was naar een, ja. Nou, noem het maar even een vaderfiguur. En daar werd ik, toen wij dus, ik heb een tijdje geprobeerd secretaris te zijn. En dat was eigenlijk voor mij in de verkeerde periode, omdat ik nog in een herstelfase zat. En nu zie ik dus dat je enorm gegroeid bent, weet je wel. En uiteraard ook door de inbreng van Joop. Dus Joop, jij kent Brian nog veel langer dan ik. Als jij dus naar Brian kijkt, wat zie je dan? De Brian van nu en die Brian die jij dus toen hebt leren kennen. Chaos en geordendheid. Daar zit alles tussen. Ik heb hem zien groeien van chaot tot nee, Brian, we moeten het zus doen, structureren, dat is allemaal belangrijk. En daar geef je hem rust mee. Hij was heel onrustig, dat zag ik aan zijn manier van zijn bureau, aan zijn manier van doen. Hij is bij mij gekomen, toen wist hij nog niets van radio. Nou, toen kon hij zich concentreren gelukkig op één ding. En dat is in de loop der tijd beter geworden, want dat ging allemaal niet. Dan weer dit, dan weer dat, en dan weer dat. Daar word je gek van. Ik zeg, probeer dat nou eens stapje voor stapje te doen. Daar is hij nu heel erg redelijk in geslaagd. Nog niet goed genoeg, naar mijn zin, maar dat komt wel. En dat geeft rust. Ja. Wat het nobele van Brian, en ik vind dat het juiste woord is, het woord nobel. Jawel. Ja. Dat is dus wat hij dus wil doen voor de samenleving. Omdat de samenleving ook voor hem veel gedaan heeft en betekend heeft. Iets terugdoen. Daarvoor ben ik zelf ook voorzitter geworden. Iets terugdoen. En hoe hij dat ook zeg maar verbeterd heeft in zijn aanpak. Ja. Brian, hoe ben je tot die conclusie gekomen? Dat dus, je zat in het begin, was je dus wat Joop ook zegt. En hoe kwam je tot dat inzicht? Door vallen en opstaan? Of? Nee, vallen en opstaan niet. Want dankzij jullie had ik al een opgemaakte bedje, om maar zo te zeggen. Maar precies wat Joop zegt, ordenen en structureren. En dat zie ik ook weer terug bij alle medewerkers. Voor mij zijn ze geen vrijwilligers meer, ze zijn voor mij gewoon medewerkers. Want familie. Familie. Hun zijn degene die de boel hier eigenlijk draaiende houdt. En het was ook van de ideeën. Joop zegt iets, jij zegt iets. Stapje voor stapje. En ik neem de tijd om ook te luisteren, ook naar de medewerkers. Ja. Vroeger deed ik dat niet, inderdaad. Want dan vond ik van, nee jongens, zo moet het en niet anders. Ja. Ja, en dan vallen de regie en techniek hier. Hè, en dan zeg ik tegen jongens, nou, zo is het daar, zo is het daar. En dan komen ze weer met leuke ideeën. Brian, maar het kan ook zo. Kijk, dan ben je samen aan het smelten. Ja.
Snap je? En dat was in het begin moeilijk voor jou. Ja, voor mij was het heel moeilijk. Want iedereen heeft hem kennen. Het maakt niet uit wat voor rang of functie je hebt. Zelfs die ons achter de technieke-regie. Elke vrijdag, ja, daar word ik een beetje emotioneel van, zo goed als. Elke vrijdag, Edward bijvoorbeeld. Hij mist geen uitzending. Ja. Ook al is hij soms een beetje verkouden of wat dan ook. Masker op of wat dan ook. Toch mooie afstand. Ja. Hij is er altijd. En dat heeft mij tot inkeer gebracht van, hey, als hij dat al continu kan doen, waarom kan ik dan ook niet mijn oren nemen en luisteren en ook dat doen? En wat jullie allemaal tegen me zeiden. Dus ja, dankzij jullie allemaal. Ja, onze reis op deze aardbol is een leerproces. En ik denk dat tot de laatste dag, gaat duren. Sinds 2 jaar was ik met een vriendin op huis. En je hebt Ina wel eens ontmoet. Klopt. En ik begin steeds meer te leren van dieren. Van dieren? Van dieren. Wij passen dus op dieren. Wij hebben bijvoorbeeld de laatste maand in januari in Frankrijk op een roedel van 8 honden gepast. En paarden ook, weet je wel. Ja, ik zag net een paar foto's op. En het is net een spiegel, weet je wel. Het is hoe jij je gedraagt, zo gedragen die dieren zich ook. En dat heb ik dus, ja, vooral dat feestje dat ik afgelopen zaterdag heb meegemaakt. Ik denk, zo Brian, jij maakt hele grote vorderingen. Jij bent ook helemaal klaar voor iets veel groters, mijn inziens. Ik krijg er kippenvel van, omdat inderdaad Nelly Gezelle, die de Nelly Gezelle show hier doet, 31.000 volgers, die wil die implementeren bij Delft on the Move, maar wij vinden van, we zijn nog niet aan toe. Dat is 1. Ja. Ten tweede doen wij ook hier de Senioren on the Move, waar jij ook deel van gaat uitmaken in de toekomst, samen met Joop van Straten. Dan zie je ook dat de ouderen dat echt leuk vinden. Die willen hun verhaal kwijt. En dan denk je van, wauw. Dus, en de DJ's on the Move. We hebben ook nu de Night Rider on the Move. Nou, als je die jongen kijkt, Remy en zo, dan denk je van wauw, die jongen gaat er helemaal in op. Dus al deze punten die ik opnoem hier, business on the move, ja. Reggae on the move. Je ziet iedereen zo opbloeien en dan denk je van, zit je thuis en dan kijk je naar een uitzending van een ieder. Dan denk je van wauw, kijk hoe ze het doen. En dan zie je die likes in één keer omhoog gaan en ja. Dan zie je in één keer, ja, weer Visual Radio, weer nummer 1 deel van de move, 5 sterren op Google. Ja, en zo word je dan een leerwerkbedrijf, je krijgt ambitie, dan denk ik van, dit gaat te snel. Ik wil even een vraag aan Joop stellen. Joop, ik ben gisteren geïnterviewd door Delft op zondag. Ja. En die rubriek heet In de straat of zo, van weet je, een aantal buren worden dan. Toen heb ik ontdekt eigenlijk hoe men graag zijn verhaal vertelt, maar liever niet met een foto in de krant erbij en alles. In jouw programma Senioren on the Move, hoe kan je dus mensen zover krijgen dat ze hier komen zitten en hun verhaal vertellen? Vind ik een goeie. Ik zie toch wel een hele drempel. Vind ik een goeie. Door uit te leggen waarom ze gevraagd zijn. Als je tegen die mensen zegt, we willen u graag interviewen omdat we uw wederwaardigheden willen weten, hoe u in de maatschappij, wat u allemaal doet, dat. Ja. Dat moeten mensen leuk vinden. Vinden ze niet leuk, dan komen ze natuurlijk niet. Ik kwam een aantal dingen tegen. Ik heb een buurman en die heeft zijn huis stampvol met Dinky Toys. Heel mooi. Ja, dat is heel een prachtig. Heel leuk onderwerp om daar... Maar op het laatste moment haakte hij af. Ja. Want hij zegt, als ze weten dat ik hier woon, dan komen ze misschien die autootjes ophalen. Kijk, dat ga je dus krijgen. Dus moeten wij ervoor zorgen dat dat niet bekend wordt qua adres natuurlijk. Okay. Dat is logisch. En dan had ik ook nog een buurvrouw op het eind van de gang, heel sportief, in de 70. En die wordt gestalkt. Ja. Dus dat was niet zo'n goed idee. Dus als daar ook nog een straatnaam bij komt en ga zo maar door. Alles maar wat dat hier zou gebeurt, ik nooit als die vrouw vragen voor een interview. Ja. Nee. Gerrit, dat vind ik veel te persoonlijk. En ja. Je moet wel afstand tot je gast ook wel eens houden. Precies. Want ik heb bijvoorbeeld een suggestie. Ik zou heel graag hier zitten met Chrissy. Chrissy is 80. Chrissy kan niet meer schilderen. Ze is een schilderes. Schilderes. Hij heeft ook nog een stapel schilderijen die we misschien voor een goed doel of zoiets mee kunnen doen. En met de galeriespoot. En ik kwam haar een keer tegen hier, dat was ook tijdens de grote pauze, zeg maar. En ze zegt, Gerrit, ze zegt dat en dat schilderij bij Abschouder on the Move, moet jij van de muur afhalen en moet jij hem in huis nemen. Oh. Want niemand begrijpt dat schilderij. Jij begrijpt dat schilderij. Nou, dat is mooi. Dat is een Willem de Koning voor mij, dat schilderij. Ja. Het is een heel verhaal, is dat. Als ik ooit nog een boek ga maken... Wat doet kunst met je? Ik ben gevraagd om een boek te maken over het sociale vangnet van Delft, weet je wel. Dan komt dat boek, dat wordt dan de cover.
Ja. Als het maar gaat lukken. Ja. Waarom kon die vrouw niet meer schilderen? Parkinson. Oh, ja, dan houdt het op. Dat weet Brian ook wel. Bij Zwoude heb ik een onderdak mogen verlenen aan de Parkinson praatgroep. Okay. En ze maakte gewoon even een schilderijtje ervoor. Met wel fabeltjes krant. Gerrit, bij deze in het programma Senior on the Move, dat is echt waarvoor Joop ook deze mensen interview en belicht. Maar we hebben hier een geheimhoudingsplicht, hè, bij radio en televisie. Je komt binnen alleen maar op afspraak. Wij vermelden geen adressen, want dat doen we niet met onze medewerker. Want de privacy is echt belangrijk, want niet in iedereen is blij wat wij belichten naar buiten toe. Dus bij deze dat ik dit ook al zo dan toezeg. En dan nog een vraag. In hoeverre is het belangrijk dat je dus voor dit dus een beeld krijgt, bijvoorbeeld bij hun in de woonkamer of in het park, dat je daar het interview afneemt? Ja, dat kan, maar dan zijn we op locatie, maar in die tijdstip, want je moet zo zien, iedereen die hier is, die heeft een baan. Ze doen het vrijwillig, hè? Het is niet vrijblijvend. Dus ook misschien een oproep voor mensen. Ja, een filmreportage van. Juist, ja, of een type uitgezonden. Dat is dat kan. Ik zit met één voorbeeld. Ik ben met een project bezig over gezondheid. Heel verhaal, dat praten we al eens een andere keer over. En dat wil ik samen gaan doen, of dat ga ik samen doen met een grote, belangrijkste drogist van Delft. Dat is ook de oudste drogist van Nederland. En ik stel op de markt bedoel je? Ja, ik stel me zo voor dat we een tweegesprek hebben met hem. Maar ik heb er liever nog Joop of jou ertussen, zeg maar, om de juiste vraag te stellen. Want het gesprek is bedoeld voor de kijkers. Ik leer alles van Joop, hoor. Dat mag jij even weten. Hij kan ook meekomen natuurlijk. Ja. Dat we een interviewen, dus, dat kan allemaal. Beelden laten zien die we opnemen in zijn winkel. Ja. Dat kan. Dat kan. Zijn winkel is een schilderij. Dat kan. Ja, nee, ik ken die drogist wel. Ja, mooi hoor. Hele mooie drogist. Prachtig. Nou, die man kan altijd hier komen. Ja, zeker. Dan kunnen we beelden laten zien van tevoren van de in... Precies. Van zijn eerst opnames maken. Ja, dat en dan kunnen we dan later ook. Dan gaan we dus een triootje doen. Ja, natuurlijk dat kan dat. Ja. Best interessant. Het zijn interessante mensen. Ja. En het programma is ook. Ik heb ook een keer de Ben jij dier van de Nieuwe Kerk geïnterviewd. Toen gingen wij helemaal naar boven. Ik dacht, die man die moet elke dag die trappen op, zeg. Dat is een end, hoor. Ja, dat is een oude man. Is dat met die klokkenluider zo? Dat is bij je dier? Met de carillon boven. Oh. En dat maakt een lawaai, want je mag daar nooit komen. Maar wij kwamen van de radio, dan willen we toe voor een interview. Ja. Nou, dat was wel een hele belevenis, kan ik je vertellen. En was het gelukt naar boven toe met de trapje op? Dat is allemaal gelukt, ja. Nou, ik was al wat jonger, hè, toen. Nee, dat ging wel, dat moet ik nou niet meer aan denken. Ja. Maar dat zijn leuke dingen. Ik bedoel, in Delft heb je zoveel interessante dingen. Klopt. Wat ik zo mooi vind van Joop, ik zie een heleboel van mezelf in Joop. Hij gebruikt de wijsheid van zijn jaren, maar blijft kijken door de ogen van het kind. Ja, natuurlijk. Als jij dat ook een beetje deed, Brian. Ja, dan blijf je jong bij Gerrit. Ja, ze zeggen dat ik er jong uitzie, maar daar geloof ik helemaal niks van. Dus dan ga ik ook. Ik zie eruit als 100, jij als 14. Nou, dat geloof ik. Nee, jij ziet er niet uit als 100, Joop. Nee, dat maak je jezelf even wijs. Nee, maar even terug te komen ook op Senioren on the Move. Dat is maandags gaan we ermee starten. We kunnen al daarvoor misschien na de uitzending om de tafel zitten. En het is van 1 tot 2 uur, een uurtje. Belichten we. We kunnen aanstaande maandag, we kunnen de maandag daarop. Maar ik een keertje mee komen luisteren. We zijn nu aan het opzetten. We zijn al bezig met de. Ik denk aanstaande maandag gaan we aan de slag met de selectie. Gaan voorbereiden. Ja, gaan we voorbereiden. Het is een beetje kort dag als je dat nu al maandag doet. Maar maandag toch zouden we kunnen starten. Mag ik nog een laatste opmerking maken? En dan wil ik het hierbij laten. Brian heeft een heel sterk punt, dat is positief. Met positief zijn creëer je ook positiviteit om je heen. Ik denk het meestal wel, ja. Wat mij opviel bij deze twee eerdere interviews is dat mensen hier graag komen om positiviteit uit te stralen. Ja. Selecteren jullie ze daarop of is dat jouw invloed als interviewer? Of? Kijk, ik heb bij Omroep Delft natuurlijk ook altijd een zestal mensen aan tafel. Ja. En ik selecteer ze op het onderwerp wat voor interessant is voor de luisteraars en kijkers. Okay. Ongeacht of dat leuke mensen dat. Ja. Ik vind dat een mooi onderwerp. Daar hoort iemand bij die er alles van weet en die nodig ik uit.
En dan ga ik vragen stellen als leek. Ik doe net of ik het niet heb voorbereid. Ik weet zogenaamd niks. Ik weet het wel, maar... Je zet ze op de plaats. Juist. En dan zeg ik, leg het dus goed uit. En daar gaat het mee om. Het gaat erom, wat hebben mensen te vertellen. Als een politicus bij mij aan tafel zit, wil ik zijn programma weten. Wil ik waarom, wat zijn drijfveren zijn om in die politiek te gaan. Dat willen mensen weten van iemand. Daar kies je ook op. Hè? Ja, ja. Nou, en dat is belangrijk. Dat geldt hier ook. Ja. Ik heb denk ik een heel leuk ouder, die is 75. Die hebben we gisteren mogen interviewen. En dat die was eerder als Ajax kampioen van Europa. Nou, kijk. Met handballen. Ja. Kijk. Nou, dat is ook leuk. Dat is leuk om zo iemand te belichten. Om hier op die stoel te zetten en dan neemt hij zijn knuppel en zijn jasje en zijn petje nog mee. Ja. Prachtig. Gerrit, ook om antwoord te... Nee, maar kijk, al die ouderen, dat doen we niet voor niks, die hebben altijd mooie verhalen. En leerzame. Iedereen heeft mooie verhalen. En dan moet je ze qua interview in begeleiden natuurlijk. Ja. Nou, je moet ze in die verhalen glijden. Daar gaat het om. En Joop is een presentator. We hebben samen een groot voordeel. Nou, vertel. We zijn allebei aspirant senior. Nou ja, ja. Hoe je het noemen wil, noem je het. Nou, ik ga mijn bril weer opzetten, want ik voel me een beetje in de hockey. Nee, de presentatie is in handen van Joop Verstraeten. Ik wil de luisteraars, de kijkers bedanken. Ja. Ik ben heel trots dat ik... Ik wil er toch nog even iets toevoegen, Gerrit. Want je vroeg al van, hoe komt het als we de mensen op selecteren, dat ze hier gezellig leuk zijn. Gerrit, je hebt het zelf gezien als de mensen al binnenkomen door de medewerkers en vrijwilligers, hoe ze worden ontvangen. Ze zijn niet eens, ze hebben hun voet nog niet eens binnengezet. Ze kunnen zich registreren, daar begint het mooie lach al. Ik vond vandaag binnenkomen, Brian, veel mooier als vroeger. We hebben stagiaires en met mensen. Een kopje koffie erbij, weet je wel, met tante Joke en dat soort dingen. Ja. En wat ik hier ook proef aan deze tafel, was voorheen een studio en er zat Brian, weet je wel. Ja, er moet productie gemaakt worden, hè? En nu zit je meer in een huiskamersfeer ontspannen. En is er ook meer tijd om voor stiltes. Ja, en te lachen. Dat is ook absoluut waar. Je moet ook hier heel erg goed luisteren. Dat zeg ik altijd tegen hem ook. Ja. Luister goed naar wat de mensen zeggen. Want dan hoef je niet bepaalde vragen weer te herhalen die al gesteld zijn. Ja. Dat praktisch is dat. Ja, en zo leren we het van elkaar. Hoe vonden jullie het om geïnterviewd te worden? Oh, leuk. Ja, ik ben vaker geïnterviewd. Oh. Maar ik vind het wel heel leuk. Ik vond het leuk. Ik vond dat je het leuk deed. Ja, zeker, Gerrit. Ik wist niet wat op me afkwam. En ik dank je daarvoor. Want jullie vinden me vaak bescheiden of dat ik mezelf wegcijfert. Bij deze bedank ik je, want zo belichten jullie het. Joop zegt het elke dag ook alweer, Brian. Cijfer jezelf niet zo weg. Want dit allemaal heb jij bedacht en neergezet. En het gaat goed. Kijk naar de dingen die er goed gaan. Maak de dingen die niet goed gaan niet te groot. Ja, ja. En zeg, wat er goed gaat, dat is al goed. Maar die kleine dingen moet je niet groter maken dan ze zijn. Ja. Dat is zonde van je energie. Op school heb ik iets heel belangrijks geleerd. Als je de vraag niet weet voor het examen, dan moet je gewoon wat vertellen wat je wel weet. Dus dan moet je gewoon die vraag ombuigen. Snap je? Want ze willen weten wat je weet, niet wat je niet weet. Ja, nou, ik ga niet verder in op dit antwoord. Want ik ben een oud leraar die veel examens heeft afgenomen. Dus daar ga ik me niet op in. Ja, oké. Ja. Mooi moment om af te sluiten. Ja, dankjewel Gerrit. Ja, dankjewel Gerrit. En, wij gaan stoppen met het programma. Ja, dit was het weer voor vandaag, Joop. En wie hadden wij allemaal weer gehad? Nou ja, deze meneer natuurlijk, Gerrit Karmans. We hadden Geert van Poelgeest van natuurlijk Delfland en schrijver en stadsgids. Dick Stammers, en hij heeft natuurlijk ook nog veel meer, dat heb je gehoord. Daar hebben we ook al scoop van uitgehaald, hè? Want zijn columns en verhalen, die kunnen de mensen vanaf volgende week al bij ons op de site zien bij columns. Zo is het maar net. En prachtig. We hebben natuurlijk een paar hele goede techneuten achter de bank. Ja. En wie zijn dat? Dat is Edward Pries en Remy Helm, die verzorgen hier de techniek en de regie. En Edward is onze vaste regie en technicus. Dus heren, bedankt weer voor het joinen. En chapeau. Okay. Chapeau. Dankjewel. Ja. Wij zeggen tot de volgende keer. Bye-bye. Daar. Nou. Zo.
I'll share with you.